Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit webinar over DNA-technieken in het waterbeheer. Mijn naam is Marcel Belt. Ik ben hoogheemraad, dus dagelijks bestuurder bij het Hoogheemraadschap van Delfland. En ik ben door de STOA gevraagd om de sessie die we woensdag hebben gehad en nu het begin van deze sessie voor te zitten. En dat doe ik graag, want ik vind DNA-technieken in het waterbeheer een veelbelovende techniek waar we met z'n allen veel van kunnen leren en ons profijt van kunnen doen. Zoals ik net zei, dit is de tweede sessie die we deze week houden. Afgelopen woensdagmiddag was een eerste sessie die in het teken stond van het informeren van waterbeheerders wat DNA-technieken kunnen brengen. En vandaag gaan we wat dieper in op de materie en staat ook een groot deel van deze sessie in het teken van de link met het Europese programma DN Aquanet. Daarover gaan we straks meer te horen krijgen van Bas van der Wal van de STOA. Voordat ik even een korte terugblik geef op wat wij afgelopen woensdag hebben gedaan, wil ik een paar korte spelregels even voor dit webinar toelichten. En dat is u ongetwijfeld allemaal bekend, want we zijn al heel lang met elkaar digitaal aan het werken ook. Graag uw geluid uithouden gedurende de sessie. Even kijken. En dan bij de presentaties vraag ik u vragen in de chat te zetten. En het kan ook eventueel, als we de vragen achteraf behandelen, dat u nog alsnog uw handje opsteekt. Maar in eerste instantie willen we de vragen zoveel mogelijk in de chat. En die kunnen we dan ook even afpellen dan met elkaar. En misschien ook goed om te weten, alle info van afgelopen woensdag, dus zowel de filmpjes, maar ook een heel mooi verslag en van vandaag, komen in de loop van volgende week op de website van STOA te staan. En iedere deelnemer krijgt ook een link toegestuurd naar die documenten. Dus kunt u rustig focussen op het scherm en hoeft niet per se heel druk aantekeningen te maken. Dat is altijd mooi om te weten. Dan kijk ik even kort terug naar woensdag. Wat hebben we woensdag gedaan? Allereerst heeft Niels Schoffelen een introductie gegeven op het onderzoek wat hij gedaan heeft naar DNA-technieken in het waterbeheer. Dus hoe staan we er op dit moment voor? Wat wordt er al gedaan? Het is een heel mooi rapport met bevindingen. En daar heeft hij een introductie op gegeven. Daarna zijn er woensdag 5 pitches gegeven over met name praktische toepassingen die al gaande zijn. Onder andere over het monitoren van groepen soorten, maar ook specifieke soorten, werd verteld door Naturalis. We hebben een toelichting gekregen van Manfred Wienhoven over het opbouwen van voedselwebanalyses. Ook heel belangrijk voor die kaderrichtlijn water om dat in beeld te krijgen. Jolien van den Berg van Delfland heeft een korte pitch gegeven over de toepassing in de, met name de handhavingssfeer. Dus hoe kan je DNA-technieken gebruiken bij handhaving op emissies in de glastuinbouw in dit geval. En we hebben ook een toelichting van Suzanne Colli gekregen van Tau over hoe je DNA-technieken kan gebruiken bij bijvoorbeeld actuele metingen voor blauwalgen. Nou ja, allemaal hele belangrijke onderwerpen. Ik werd er zelf heel enthousiast van. U kunt het, zoals ik net zei, allemaal terugvinden op de site volgende week. Woensdag ook een leuke paneldiscussie gehad, waarin een aantal vragen centraal stonden. Bijvoorbeeld, wat is nou de impact op het werk? Maakt het het leuker? Kan je nog wel het veld in straks? Of is het nog wel nodig het veld in te gaan? Dat soort vragen. En verder ook vraagstukken over bijvoorbeeld, kun je wel ook naast dat je bijvoorbeeld soorten kan aantreffen, ook wel, kan je iets zeggen over de abundantie van soorten? Nou ja, interessante discussie.
En ik ga ervan uit dat we daar vandaag ook weer een heel mooie sessie van maken. Nogmaals, iedereen welkom. Voor nu welkom aan Bas van der Wal ook. Bas, jij neemt het sowieso het tweede deel van deze sessie, het voorzitterschap, voor je rekening. Maar hoe kijk jij terug op het webinar van woensdag? Ja, het was opmerkelijk geanimeerd. Ondanks dat het feit dat er echt veel gezonden werd, is er toch ook toch actief deelgenomen aan de chat. En heeft een hele leuke discussie plaatsgevonden. Twee hoogtepunten in de discussie vond ik eigenlijk wel de discussie over in hoeverre de nieuwe technieken van DNA passen in de huidige wet en regelgeving. Dat is waar veel mensen nog mee worstelen. We kunnen de techniek wel inzetten, maar kunnen we daarmee voldoen aan onze rapportageverplichtingen? En ook een belangrijk hoogtepunt vond ik wel de discussie over de referentiedatabases. Hè. Dus je kunt de DNA analyseren, maar je wil wel weten van welk organisme het stukje DNA afkomstig is. En ook daar werd veel over gesproken. Ook leuk vond ik zelfs de discussie over het feit of de DNA-technieken niet het veld een beetje op afstand zetten. Of het niet een beetje instrumenteel wordt. Of het niet nodig is om ook nog in het veld heel goed te kijken naar de organismen en of DNA daar de vervanging voor is of niet. Ja, ja, wat ik zelf ook heel mooi vond van de afgelopen woensdag is, er wordt natuurlijk nog heel veel in de pilotsfeer gedaan, maar toch echt ook een aantal gebruikers en onderzoekers die zeiden toch echt van, hey, deze techniek is er echt wel klaar voor om nu gewoon regulier te gaan toepassen. Natuurlijk zitten er hier en daar wel haken en ogen nog aan, maar waterbeheerders, ga er vooral mee aan de slag. Ja, ja, ja. Het is ook zo dat er natuurlijk erg wordt gefocust op de vragen en misschien ook wat tekortkoming van de huidige techniek. Maar er is ook wel een kanttekening te plaatsen bij de bestaande technieken. En je moet op een gegeven moment een afweging maken tussen de nauwkeurigheid en onnauwkeurigheid van de bestaande technieken versus de nieuwe technieken. En die discussie kwam ook wel even aan de orde. Hè? Op een gegeven moment moet je het lef hebben om de nieuwe technieken te gaan toepassen. En vanuit de wetenschap nog was wel het signaal van, ja, er zijn nog wel de nodige vragen, maar binnen toch een aantal jaren is deze techniek wel degelijk geschikt voor toepassing in het waterbeheer. Ja, is dat ook met name de bevinding die uit het rapport komt, die jullie hebben laten opstellen? Dus het rapport DNA-techniek in waterbeheer? Ja, je ziet dat heel veel van de toepassing nog meer in een soort pilot-omgeving plaatsvinden. Maar over het algemeen zijn die goed terechtgekomen. Heel actueel is het opsporen van muskenzatten bijvoorbeeld bij DNA. Dat wordt al regelmatig gedaan. Maar er lopen hele grote projecten, krijgen we straks ook voorbeelden van, waarbij DNA-toepassingen worden gedaan voor het analyseren van voedselwebben. Nou, dat levert hele mooie resultaten op. Ravon heeft laten zien dat je op heel nauwkeurig in beeld kunt brengen hoe de vispopulatie in elkaar steekt. Nou, zo krijgen we straks nog een paar van die voorbeelden. En dat zijn allemaal voorbeelden echt uit de praktijk. Dus echt praktijktoepassingen. Ja, kortom, we kunnen er al mee veel meer aan de slag. Ja, 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 ja. Het is even wennen. Het overstap van iets oud naar iets nieuws, dat vereist altijd enige lef. Maar ik denk dat we de komende paar jaar die stap zeker zullen gaan zetten. Ja, nou is mijn indruk dat we hier in Nederland inderdaad mee voorop lopen, ook gezien de vele voorbeelden die we zagen. De STOA is ook betrokken, of onderdeel van een eigenlijk Europees programma, hè, het DNA Aquanet. Wil je daar iets meer over vertellen? Ja, DNA Aquanet is eigenlijk een door de Europese Commissie gefinancierde groep. Hè? Dus het is niet zo dat het onderzoek wordt gefinancierd, maar het bijeenkomen van deskundigen uit de landen van Europa wordt gefinancierd. Dus die worden dan gefaciliteerd om bij elkaar te komen. Er zijn ook mensen zelfs van buiten Europa, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. En die mensen, het is een tamelijk wetenschappelijke omgeving. En die discussiëren over allerlei aspecten, zoals de bemonsteringstechnieken, de referentiedatabases, de manier waarop je het zou kunnen invoegen in de monitoring van het oppervlaktewater. Het zijn allemaal technische bijeenkomsten, maar er is ook één werkgroep die zich helemaal specifiek bezighoudt op de vertaling van die wetenschappelijke resultaten naar de praktijk. En die heeft overleg met de Europese Commissie om te kijken of we ook vanuit Europa steun kunnen krijgen voor het invoeren van deze technieken in de rapportage over de kaderrichtlijn water bijvoorbeeld.
Het is een hele grote groep. Er wordt ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek bedreven en gepubliceerd. Maar het belangrijkste voor ons is, en daarom zit de Stowers ook bij, is dat we een extract maken van wat daar bediscussieerd wordt en dat toepasbaar maken voor het Nederlands waterbeheer. Wij zijn natuurlijk, het lastige is altijd wel dat je technieken moet implementeren die in alle lidstaten in principe toegepast kunnen worden. Wij in Nederland lopen technisch en wel wat voorop. Hè. Dus wij hebben betrekkelijk veel geld, zeg maar, om die technieken te introduceren, de laboratoria op te starten. Dat is niet in elke lidstaat van Europa het geval. En voordat de Europese Commissie dat soort technieken voor gaat schrijven of toe gaat laten voor de KDG-lijn water, zal er nog wel even moeten bekeken worden of ook alle lidstaten daartoe in staat zijn. Jij zegt, we lopen in Nederland voor. Dat is niet helemaal zo. Andere lidstaten zijn ook al heel ver gevorderd. Allemaal op een eigen manier. En het leuke van de postactie is juist dat die ervaringen met elkaar gedeeld worden. Ja, dat lijkt me altijd sowieso goed. Nou gaan we straks over naar een livestream. Dus we binnen dit programma, dus binnen dit webinar, gaan we over een kleine 10 minuten over naar die livestream van het Europese programma. Dat duurt tot ongeveer 11 uur. En daarna praten we onder jouw leiding nog door. Kun je een tipje van de sluier geven van het programma vanaf 11 uur? Ja. Jullie hebben misschien gemerkt op het moment dat jullie inlogde bij deze webinar dat je gevraagd werd om je te registreren. Dat doen we om aan de EU-regels te voldoen. Daar wil ik even mee beginnen. Het is zo dat DNA-Connect wordt gefinancierd. En dat is ook met als voorwaarde dat ze de kennis die ze hebben en de ervaringen die ze hebben, dat ze die delen met de stakeholders. Daar krijgen ze een subsidie voor. En daarom wordt er bijgehouden waar en wie deelneemt aan de disseminatiewerkgroepen. We gaan straks over naar Evian in Frankrijk, geloof ik, zitten ze. Daar wordt vanuit de centrale studio worden daar 2 presentaties gegeven. Die worden tegelijk simultaan uitgezonden in 17 verschillende lidstaten. Het webinar wat wij hier hebben, dat incorporeert dus eigenlijk dat uur vanuit Evian. Het zijn eigenlijk 2 dingen komen daar in belangrijke mate aan de orde. Het eerste is Florian Lezen, dat is de projectleider van het KOST-programma en die is van de Universiteit van Duisburg-Essen. Die geeft een overview van de bevindingen van DNA-Connect van de afgelopen 4 jaar. En die focust daarbij natuurlijk vooral op de mogelijkheden voor toepassing in het waterbeheer van Europa. Daarna komt Sander Poikane. Sander Poikane die werkt voor de Joint Research Center. Dat noem ik altijd maar het RIVM van Europa. Maar ze heeft behalve een pet van het Joint Research Center ook een pet van de Europese Commissie opgezet. En zij, ik ken haar bijdrage niet hoor, maar ik neem aan dat zij ingaat op de rol die DNA-technieken kunnen spelen bij de ecologische toetsingen van oppervlaktewaterkwaliteit. Ja, en dan even kijken, dan vanaf 11 uur, dan stopt die livestream en dan rollen we vanzelf door, even 5 minuten een break en dan rollen we vanzelf door in het programma van hier. Ja, en ik heb nog een verzoek. Er wordt straks in de chat en misschien ook wel op andere momenten, wordt er een link doorgegeven naar een enquête. En het verzoek van de Europese Commissie is om die enquête in te vullen. Die is in het Engels, en niet te lang. Maar dit geeft een beetje een beeld van hoe de implementatiegraad is en hoe mensen aankijken tegen de techniek in de verschillende lidstaten van Europa. Yep. Oké. Dan wil ik voorstellen dat we inderdaad nu gaan doorschakelen naar de livestream van de andere partij. U mag allemaal gewoon in deze chat blijven, dus dat regelen wij allemaal voor u. Veel plezier en een fijne dag. En tot straks.
Good morning, everywhere, all around in Europe, to all of you. It's great to have you here. So welcome to our stakeholder workshop organized by DN Aquanet. It's a great pleasure. We have today many, many hundred people watching us here. So we have people from Belgium, Luxembourg, Bosnia-Herzegovina, Cyprus, Greece, 370 participants in Cyprus and Greece, France, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Slovakia, Sweden, Switzerland, and Turkey and Finland will have their workshop soon. Also, people from Denmark, from Austria are listening. It's great to have you here. We have organized a short workshop today at the first international and then national level. I would like to briefly introduce you to the network that stands behind this workshop. That's DN Aquanet. So may I see my slides, please? Yeah, my name is Florian Lese. In case you don't know me, I'm chair of DN Aquanet, which is a cost action. Let's move to the next slide. So today it will be about nucleic acids, or about DNA and DNA-based methods. So we trust genetic methods in various sectors of our life since decades, when it comes to paternity tests or forensics, or at the moment, corona tests, which are often, RNA screens. We know they can also have errors, of course, but they are quite useful. Let's move on. So what about biodiversity assessments and biomonitoring using genetic methods? There's also quite a lot of improvement, and this was obvious since 10 years, maybe even longer when we look to the DNA barcoding campaigns. So we know each species can be identified using the genetic material it contains. And already in 2012, in various countries, networks formed to ask about the suitability of these methods for inclusion in routine monitoring programs. Biomonitoring 2.0, it was termed by that. So what we did back in 2015 was probably the obvious. We formed a network to also do what other countries have started to be doing in Europe. So the aim of the proposal of a cost action network was, and still is, to advance the application of DNA-based tools for biodiversity assessments and to develop a roadmap to include these in standardized bioassessments of aquatic ecosystems in Europe and beyond. So this is of global importance. We included from the very beginning partners from all around the world. Next slide, please. Very obvious is if we talk about bioassessments of aquatic ecosystems in Europe and beyond, this can never be only an academic exercise. We want to have real impact. It's all about not us or our disciplines, it's about our planet, nature, ecosystems. We rely on ecosystems. So the question is, how can we do our best to protect them and better manage them? So it's very, very important that we have people from the applied side. So many of you listening today are people from the applied sector. We really need to work together, bridge the gap between academia and application sector. So DN Aquanet, the vision is to really get tools into practice. So where can we complement the current monitoring system? We organize our network around 5 working groups. You see this in the upper left here. There is working group 3 that deals with lab and field protocols, which methods are suitable, which not. Working group 4 deals with the data. When we get data, how do we deal with them? How can indices be calculated based on these novel data? And working group 2 then actually tests how can indices be calculated and how comparable are they to traditional metrics? Because if there's one thing we have to keep in mind, we should never use methods that completely break the continuity to past methods. We need continuity. The bottom layer of DN Aquanet probably are working groups 1. Working group 1 deals with reference databases. We have to assign taxonomy to our DNA molecules, and therefore we need reference databases. And working group 5, which deals with the implementation,
because it's a lot about legal frameworks, and we have to ask how can new methods actually be moved to the sector of real biomonitoring as part of legal frameworks. The AnaquaNet has between 400 and 600 members. It's difficult to count because we have different subgroups as well. 49 countries are involved. We have so far more than 100 scientific publications, but also stakeholder reports, many research exchanges across countries, many meetings. Next slide, please. The general options when we talk about DNA-based methods in order to do bioassessments are twofold. So, I mean, it all starts with the sampling, either a water sample or a macrozoobenthos sample or a phytobenthos sample. And then instead of identifying the samples using traditional methods and keys, you sequence them, you bioinformatically process them, but then in the end, you also get to an index. So one click further, you will see, in general, there are two ways to proceed. On the left hand, you see the traditional way of doing the assessment. And on the right hand, you see options of a DNA-based assessment. And the option one is you do DNA extraction, you sequence, and then you get O2 lists. O2s we will learn about in our national stakeholder workshops are operational taxonomic units, which then need to get taxonomy. And this is done by a taxonomic assignment. And then you can proceed, although the data will always differ somewhat from traditional samples, of course. But there's also a second option, so one click further, which is so-called taxonomy-free. It actually is not taxonomy-free, but this uses all the additional taxa that have even not been discovered right now or have no formal species name, but they may have a very important bioindication there. And we can also use this, but this will take a lot more time because it needs to be rigorously calibrated. I just want to show you there are two different options. So let's move forward one step. Just to show you some of the highlights and some of the faces of the AnaquaNet. The AnaquaNet is a really lively network with many excellent researchers. Some of these you see here are leading workshops today. So we made gap analyses for European reference databases. Next click. And we thought about implementing these options. What are possibilities in Europe? Next click. What indices can be calculated? What's the inherent further potential in DNA-based data? Next click. We are working on a practical guide that kind of pulls all the expertise together, because if there's one thing we need, it's guidance. Yes, and how to check reference databases, just a new publication coming out. Yeah, let's continue. So there are many challenges. There are many, many challenges. As always, when something new starts, there are many challenges. But where are these? And this is what we have to discuss. There are conceptual challenges, technological challenges. There are perceptual challenges, but also economic and legal framework challenges. The abundance, we will talk about that later. Let's click further. This is a nice study done by one of the AnaquaNet members from France. I would like to quickly show you one slide that highlights the potential of eDNA-based methods. This is a survey done in the River Rhône by Didier Pont and his team. And what you see is different stations along the river analyzed using eDNA and electrofishing. So blue is traditional assessment of fish diversity. Y-axis is species richness. And the red squares are eDNA assessments. And what you see, the blue circles are eDNA assessments in an individual year. And the arrow bar shows what's the difference among the different years. And the triangles show you the long-term fish diversity assessed at a certain site. So what you see, 1 year eDNA basically captures fish diversity at that site, seen at the long-term perspectives, much better. And it's very easy to do. You just sample water and you get the molecules that the fish release into the water. Next slide. But we also have to talk about problems. Abundances are difficult to get with eDNA or DNA-based data.
abundance is essential. Biomass is essential in ecosystem assessments. But maybe for the index calculated, it's not so important. So to be very honest, I think abundance is important. We should never tell people that abundance is not important. In ecology, it's really important, biomass and abundance. But for the index we calculate, it's sometimes not. These are studies from the Netherlands. When you calculate an index based on abundance data, that's on the x-axis, and without abundance data, that's the y-axis. And you see there's a very good correlation. So for the assessment as part of Water Framework Directive, it may work. We have to look at that in detail. On the right hand, you also see an example for macroinvertebrates where it works nicely. There are some outliers you see, but you see for diatoms, it's also difficult. So that's the lower one. So it may work, but it needs really close inspection. Next slide. This is a case study from England where they counted fish in a pond and they weighed every individual fish. And before that, they took samples from the pond and they looked whether eDNA read numbers reflects the abundance of biomass. And what you see, well, yeah, there's good evidence that there is a correlation. So I think there's a lot of hope that not only presence-absence data will be provided by the new methods. There's more hope in here. Next slide. Then the question is, how comparable are the data? It's kind of a new technique. We have to ground truth. Do different labs produce similar results or not? And this is a recent case study done by Dianakwanet Diatom Working Group. So diatom samples or biofilm was collected, then DNA was extracted, and the traditional, then the DNA-based assessment was done. And then what was done was the same samples were sent to 18 labs in 15 countries. And we'll just take a small snapshot out of the results. So that's on the next slide. So if all labs used the same TAC polymerase, these are the results. A, B, C, D, et cetera, are the different labs, 18 labs in 15 countries. And what you see on a controlled mock community, top row, and on a real river community, the community that was recovered, the different colors, was extremely similar. Most important, next slide, how was the index that was calculated? How much did it differ? And what you see, that's the IPS diatom index. It was very similar. And on the right hand, you see the calculation of Z-scores. And a Z-score smaller than 2 is considered as satisfactory. And you see all of them, with one exception, are satisfactory. One is still is quite questionable, but not unsatisfactory. So, and this is even true if the different labs use their own TAC polymerase. So the methods are quite reliable. Next slide. This was a fun experiment done also by Dianakwanet members during a conference on fish. There was a child pool filled with water from a river. And then each of the members or some of the members came and just took eDNA samples from this child pool with river water. And they did whichever method they wanted to apply. So that's what you see on the lower left. Very different workflows to process the data. And what came out, that's on the lower right-hand side. Very consistent results. You see the different species and the circle is the abundance of eDNA reads for the different species. All the different, very different methods applied consistently recovered the most abundant fish species. You see some deviation in the very rare fish species. So this shows, yes, different workflows can provide very similar data. Next slide. What we now need are co-designed validation studies. The method, I think, is quite ready in many cases, not for all biological quality elements, but we need to ground truth it. We need to validate, we need to standardize. And many things are going on. We will talk about this today as well. This is a publication from the Nordic countries, metabarcoding for use in Nordic routine aquatic biomonitoring. Dianakwanet has validation scales published and also a guidance document under preparation. Next slide. We also have to talk about if we move to these tools as a complement,
where to do the analysis. Do we have the infrastructure? Maybe some of you are, but others may not be aware. We have fantastic European infrastructure, European Open Science Cloud, Elixir, European grid infrastructure. Some countries are members in LifeWatch. It's also a research infrastructure. So we need to use these infrastructure, and then we can really all link to the same resources. But still, for example, reference databases need to be improved. Next slide. Knowledge transfer is important. So there's also a new standardization group as part of SEN, which kind of brings all the consensus we have together. It will more be about minimum requirements. We should not dictate which tech polymerase or primer to use. Next slide. Yes, and look forward to these new publications coming out. I would to highlight specifically from Switzerland, there's a recent fantastic guideline document. That's what you see on the lower panel here from the DNAquanet members in three languages. This is extremely useful. We need more of this. Next slide. Yeah, the main emphasis of my talk is to raise what this is all about. This is not about technique A or B or C. In the end, it's all about our ecosystems, which is the basis of our civilization. We have to protect and better manage them. And this only works if we have the best tools. DNA tools may not be the best in all cases, but they are very useful in many of the cases, not in all. So where are they useful and how can we use them? This is the vision of DNAquanet. And I hope we all will have a very good workshop to further identify chances, but also challenges. With this, I would like to hand over to Agnès Boucher. Hello, everybody. It's my pleasure to be with you this morning. I'm Agnès Boucher. I'm a senior scientist at INRAE, which is a French research institute. And I am also vice chair of this cost action that Florian just presented to you. So today I'm going to speak about some work that has been done in DNAquanet about the implementation of DNA-based tools for biomonitoring. As all of you know, aquatic ecosystems are so important for us, and we really all want to protect them. And so to protect them, we need first to monitor them. But to monitor them, we really need to rely on a good knowledge. And the ultimate goal in this protection would be to be predictive. For that, as Florian just showed you, there are some new DNA-based methods that can be used for species detection, for example, of endangered species or invasive alien species or parasites. And this could be used for conservation goals. And you can also use DNA for biodiversity survey for different group of organisms. And third point, you can also use eDNA for bioassessment and biotic indices. But include that in monitoring practices, it's not straightforward. And it requires harmonized actions, for sure, at national and international levels. So as Florian presented you just before, there are two different options for using DNA-based methods in ecological status assessment. One is to improve the identification by using barcoding. That means that we will use a different way for identifying organisms. And the second one is use fully new metrics using the full advantage of DNA-based techniques. And between both options, there are, of course, a full range of hybrid options. For option one, in many cases, it should be quite straightforward to implement, especially for some BQEs that are more advanced than others, like, for example, diatoms.
But for option two, for sure, that would not be before 2027, and that needs to be very well prepared. So option one, that would be to replace specific steps of the conventional assessment by DNA-based methods. So we will replace, after the sampling, we will replace all the parts that is doing morpho identification, and we will do DNA-based identification. That has many advantages, like improvement of processing speed, comparability, cost efficiency, and it can be implemented on the short run, most likely to be applied until 2027. More than 40 pioneering projects were already done when we inquired for that with Working Group 5 in 2018. For option two, we will need to develop fully new indices based on the eDNA data. That has the advantages of higher taxonomic resolution and probably to get closer to the information of ecosystem functioning. However, it's a longer process to develop and it cannot be directly implemented. We will need new standardization and intercalibration because probably boundaries for quality status will be changed. So to foresee and to stimulate this process, with Working Group 5 of the AnaquaNet, we held prospective online workshops last spring. It was supposed to, at the beginning, to be a meeting in Paris, but due to Corona situation, we went on to a series of workshops organized by INRAE and the AnaquaNet, with members of the AnaquaNet, of ECOSTAT, and other environmental biomonitoring stakeholders all over Europe. And together, we thought about which actions should be taken at national level and which collaborations should be organized and which steps should be taken at EU level. So there were 51 participants from 18 countries. In each country, we had both scientists and decision makers. And you can see here on your left the different participants. Sorry, it was a bit fast. So you can see different participants here. So here you have just a few pictures from our workshops. It was good to see some people during this spring period where we were all in our houses and we had really good discussions. So we developed a shared roadmap with six different components, and I will go shortly in each of the components that we discussed on this roadmap. So first component was to develop an adaptive approach and a steady implementation of new methods. Because most of DNA-based methods are now mature enough to be implemented into biomonitoring and to meet end users' needs. But how should we process? Should we proceed? Should we wait until methods are fully tested and evaluated and calibrated? And for sure, in this case, optimization of method is an endless task. And we should ask ourselves at what stage is it sufficient of development? Is it sufficient to move to the operational phase? And should we wait until there is no more questions? Or should we adopt a more adaptive approach where harmonization and comparability of the methods will be then a challenge? And the workshop's discussion ended up focusing on approach B, a more adaptive approach. Then we discuss about how to demonstrate the effectiveness and the benefit of DNA-based methods. And for that, we thought that it's really important to really understand the manager's real information needs and to respond to them. So in one hand, when traditional methods are satisfactory and are required by regulation, the implementation of DNA-based methods is not a priority,
But really, it would be interesting to focus on topical management issues that are not yet addressed by regulatory monitoring. For example, monitoring the impact of restoration actions or of biodiversity, of endangered species, of the impact of multiple pressures, and also work on some neglected water bodies, for example. And so for that, we will need to develop new indices that are adapted to the new data to take full advantage of this data, of this DNA data. There will be an opportunity also to reduce differences between European regions and countries that was clearly identified during our workshops. Then we had this component that was to back the profound change in the biomonitoring sector. So we discussed about how we should create the conditions so that private companies invest and get involved in these new technologies. And we thought that it was very important to demonstrate that implementation of DNA-based methods is not only a cost-effective solution, but it's also something that could improve biomonitoring, provide more information that would be useful for decision makers, and that will be also in line with citizens' concerns. Then another component was to transfer knowledge to all stakeholders, and for that we need communication and training that will be very effective, and that should be going hand in hand with implementation, for example through pilot studies. And for sure, joint training sessions between different stakeholders would be also very beneficial. Finally, we have to harmonize efforts at European level, and that was really a major thing that was discussed in our workshops, that we really need collaboration between European level and scientists, and for example, ECOSTAT, to discuss and foster implementation, with a clear mandate, for example, sharing knowledge, produce recommendations, and so on. And this, in this kind of EU collaboration, we should provide a common framework for member states, and help that would help obtaining national and European funding for further development. And to finish, the final component was to provide best practice guidelines and standards. With a flexible approach, so to have first guidelines and guides to good methods and practices for an overall framing, and also some imposed methods and standardization for key stages, for example, such as sampling. And for example, we have already two technical reports that were provided in SEN TC230 for diatom metabarcoding after 12 years of efforts, I have to say. And now, due to the efforts of DNAquanet, we now have a new SEN working group in TC230, working group 28, that is dedicated to DNA-based methods for aquatic biomonitoring. This group, this working group is led by Christian Meissner from Finland. So there is work in progress at this working group. For example, there is a draft that is about water sampling for capture of environmental DNA in aquatic environments. And this draft is expected to go in the official pipeline soon, and standards could be out in 2021. Finally, as Florian already showed you, there is some guidelines and proposed protocols and framework for different from different projects, from one from Switzerland on your right, the one from DNAquanet Working Group 3, and also there were European programs such as Equals Water, which provided numerous protocols. You could see them in the website of Equals Water. And finally, I want to take final messages from our big conference that was held in the three previous days. So this DNAqua 2021 conference raised a very large interest, and we were quite surprised to have such a large interest that was all around the world, with
1,500 people that were registered from 79 countries, with participants both from academic, public, commercial sectors. And finally, Florian yesterday gave us some hot take-home messages from a working group 5 session that was about implementation. So for sure, genetic assessment methods can improve aquatic bioassessment and monitoring. But taxa list obtained will always differ, that's sure, and because we are not looking at the same thing. And as genetic tools systematically measure differently to traditional assessment. So we have to take that into account. Standardization at international level seems to be a priority. We also need validation studies that are co-designed, co-implemented through Europe. That's very important to this co-organization. And we also need to, in these validation studies, to involve experts also on legislative aspects. Okay, and with that, I will finish and thank you. And just this picture to show you that we had a report from the workshops that you can access on the web. So thank you very much. And I will pass the word to Sandra, who will give us a more European view on that. Thank you, Sandra. Good morning, everybody. Can I talk now? Yes. Yeah. So next slide, where is my presentation? So I will tell you, I'm Sandra Poyken. I work at European Commission Joint Research Center, and I'm chairing working group ECOSTAT. I will tell you briefly about European aquatic ecological assessment methods. Next slide, please. So I will explain you what is done so far, where are still the main problems or gaps on open issues, and where could and how we could move forward with the DNA methods. Next slide, please. So yes, we all know that Water Framework Directive has been adopted in 2000 and it aims at good status. The first deadline was 2015. Now it's moved to 2027. And tasks for all member states are at first to develop biological classification systems and second to intercalibrate these assessment systems. And these have been quite huge and quite difficult and challenging tasks, but they are basically almost complete. Next slide, please. Common implementation strategy of Water Framework Directive has been launched in 2001. And why we need this? Because member states share technical challenges, like explained, like intercalibration and ecological classifications have been quite challenging tasks. In addition, many countries also share river basins, and this is why common understanding and common approach is really needed. And this common implementation strategy is a platform for member states to meet, to discuss their experience, to exchange their experience, and to extract the best experience. So it works through the working groups, which are not permanent, but which change according to the needs or according to the actual tasks. And the important product of common implementation strategy of these working groups are guidance documents. So far we have 37 guidance documents, so which describes the best experience, the recommended experience. So we have also guidance documents, for example, on reference conditions, on ecological classification, and several guidance documents on intercalibration. Next slide. So this is a scheme of common implementation strategy. Currently, for this time period, for this mandate, we have 5 working groups: ecological status, chemicals, groundwater, floods, and data information sharing. In ecological status working group, or ECOSTAT, is a working group which is responsible for ecological classification and intercalibration. So intercalibration is a comparing and harmonization of ecological assessment systems, and all countries should go through this process to make their systems official. So next slide. What is done so far? Very important issue. Next slide. So last 15 years, we have been working on
intercalibration. And now we have more than 430, and this number is growing. So maybe this is already 450 ecological assessment methods which are developed and intercalibrated. This number is really high. Why so many? Because we have, this is for all water categories. So we have four water categories: rivers, lakes, transitional waters, and coastal waters. We have four BQEs, which is in practice five BQEs, because it's a phytoplankton, macrophytes, and phytobentos. There are usually separate methods for macrophytes and phytobentos, or for macroalgae and angiosperms, benthic invertebrates, and fish. And then we have 27 EU countries plus Norway. And then also in some countries, actually quite many countries, there can be several methods for one biological quality element for different regions or for different types. For example, for rivers and for very large rivers, or for different ecoregions. Important point is that all this information you can find on internet, on the WFD platform Circa BC. And this is an important point because all methods, all reports are on, you can find on internet. If the method is intercalibrated, it means that you can find report on internet. So there are these technical reports which you can find on this platform. And there is also member state reports of ecological assessment methods, if these methods joined later to intercalibration. And there is also many scientific review papers, both general, covering all water categories and all BQEs, or also BQE specific. So next slide. So just this is here, I can put the internet address where you can find all these reports. You should follow the PAS environment, WFD, library, working groups, working group ECOSAT intercalibration, and then you can find folders for rivers, lakes, coastal waters, transitional waters, and also all BQEs. And there are many scientific papers which are covering describing our results in detail. There are two general overview papers, and there are also many specific covering specific BQEs. I think it could be very useful for DNA community would be the last papers of this Witteczek 2021, which reviews all benthic invertebrate methods, both for lakes, both for rivers, and there are all catalog of all metrics which are included in these methods. And also similar papers that are about phytobentos, and also about lakes, about all metrics. And this is not the full list, of course, this is just to give you an idea that this information is available. Thanks, next slide. Again, next important issue is, where are still the open issues? What is still not done? Next slide, please. So the first question is, do we have all methods for all biological quality elements for all member states? The answer is almost. There are very few gaps left. And this is, for example, for lakes, for several countries, we don't have phytobentos methods yet. But here it is so that biological quality element is macrophytes and phytobentos. And these countries monitor and assess only macrophytes, but not phytobentos. France is missing benthic invertebrate method for lakes, and Romania is developing now fish method for lakes. And there is other gap is about reservoirs, because you know the WFD asks only to intercalibrate methods for lakes, but which should be applied for reservoirs. But there are some countries which do not have lakes in understanding of WFD, for example, Slovakia or Portugal. So these countries do not have lake methods, but they have reservoirs. So this is something which we are now starting to address at ECOSTAT. And then for rivers, again, practically all countries have developed all methods. There are a couple of methods missing. Ireland now is in process of developing benthic invertebrate method for rivers for acidification. This means that they have already benthic invertebrate method for other pressures, but they are missing for acidification. Norway is a long time now is developing fish method for rivers, and Spain has a macrophyte method for central ecoregion. So they have a macrophyte method for Mediterranean ecoregion, but this central ecoregion, they are in development. Next slide.
Another question, which is quite important and which is asked many times, are all pressures covered? We know that European waters are subject to many multiple pressures. And in different papers, you can find sometimes even contradictory information that the multiple pressures are not covered or multiple pressures are covered. And so what is the, and so this is why we recently have published quite a thorough review about European aquatic ecological assessment methods, a critical review of their sensitivity to key pressures. In this review, you can find information about all 430 methods, which pressures are assessed, and where are still the gaps. At first, this question is a bit more complex. We can divide methods roughly in two groups. Pressure-specific methods, for example, if you think about acidification methods or eutrophication methods, they address only this pressure. And they are good as diagnostic tools, but they address only one pressure. For example, benthic invertebrate acidification method for rivers or phytoplankton method for eutrophication for lakes. But there are many methods which address multi-pressures. If you think about benthic invertebrate methods in rivers, mostly they address a cluster of pressures. It's the same like all fish methods, or almost all fish methods address a combination of pressures. Next slide. So what is the situation? Very briefly, in one slide, situation is different between different water categories. In lakes, we have mostly the single pressure methods addressing eutrophication, which is also understandable because eutrophication is the main pressure in European lakes. And so eutrophication is very well covered. In many countries, we have 3, 4, and even 5 methods addressing eutrophication. So we have phytoplankton, macrophytes, phytobentos, and even benthic invertebrates addressing eutrophication and showing relationships with mostly with phosphorus. There are only 2 countries with methods for acidification. And there are also some multi-pressure methods also in lakes. It's mostly fish, because for fish fauna, it's possible to develop pressure response relationships only with this combined pressure indices, which include cluster of pressures. What is the gap for lakes? There is very few methods which are specifically addressing hydrological and morphological alterations. It's not so that they are not addressed, because most of fish methods address this also HIMO, like a one pressure of many pressures which are fish addressing, but specific HIMO methods are very few. For examples are, there are Germany, Slovenia, and Austria have specific methods for shore modification using littoral benthic fauna. For rivers, most methods are multi-pressure. These are benthic invertebrates and fish, and also macrophyte methods which address cluster of pressures, including water quality and also HIMO pressures. There are also methods addressing eutrophication. It's mostly phytobentos and phytoplankton for very large rivers. Again, only 2 countries it's address acidification. So we might ask, is it not really actual for other Nordic countries? And again, there are very few HIMO-specific methods, which are mostly models in benthic fauna methods, like a separate metrics or separate indices in benthic fauna methods, which are addressing HIMO pressures. Next slide. So about the perspectives, about if there is a wish or need to intercalibrate DNA methods, what would be the next steps? Next slide, please. So in general, after this huge work of 20 years, we can say that ecological assessment methods now are developed, intercalibrated, and also included in the intercalibration decisions and in countries' legislation, with very few gaps, so this work is mostly done. However, this work, we work on updating or revising or developing new methods. This is continuing. And the problem was how to ensure that if country develop new method, how to ensure that this method has boundaries, class boundaries in the same level as already intercalibrated boundaries. And for this reason, we have developed intercalibration guidance, which is number 30. So this is a new intercalibration guidance, which is specifically focused on the countries which have developed new methods and want to include these new methods.
in their toolkits. So the main rule is if country develops a new method, this boundary should be in line with already intercalibrated methods. And this manual, intercalibration guidance, provides the procedure, how it should be done. And the only problem is that in the method should be similar to already intercalibrated methods. Similar, it means it should address the same pressure and it should use similar assessment concepts. Of course, in general, countries use very different methods. But for example, if one method is for profundal and one for littoral, it's very difficult to intercalibrate them because they will give different assessment results. Or if one method is for acidification and one for eutrophication. So in these cases, there for other options should be found. And there are also some ideas how to be done. We have some examples and so on, but this is beyond this presentation. What is important? That every country has ECOSTAT representatives. So these are persons who are participating in ECOSTAT meetings, who are responsible for this ECOSTAT, for ecological assessment and intercalibration. And this is up to them to bring up these topics. This is up to them to send reports and to introduce this DNA topic to ECOSTAT meetings. So this is up to member states to start this discussion, how to intercalibrate DNA methods and how to include them. Thanks, it's all. The next slide, yeah. So if you have questions or more comments, you can send, you can write to me to email. So here I'm back. We will move now to the national stakeholder workshops. And we have three more slides to show you what's next when we will move all to our national, or sometimes two countries do this workshop together. So, I mean, the main aim is we need to work together, bridge gaps between application and academia. And there are a couple of aims and a couple of, or and one big announcement for this. So can we move to the next slide? First to the aims. Next slide. So today, the main aim number one, or there's a block of first aims. We want to present to the national stakeholders state of the art of DNA and eDNA based tools, and then discuss details when it comes to bioassessment and monitoring, reference databases, quantification, taxonomic assignment, how costly are those new methods when it comes to the purpose of routine monitoring. And also very important, we would like to link the community through this workshop. So link you with experts from either the applied or the academic side. And then the second set of aims is, we would like to hear from you. What are the methods that are already used in your country, if at all? And where do you see use of that? And what are the main obstacles? So in your country, some countries are using some of the methods already routinely, but some haven't started properly by now. And the question is, why not? Is there an interest or not to start this discussion? And DNAquanet has something to show you. I would like to hand over to Charlie, the manager of Cost Action. We would like to formally collect some information. Probably the next slide. Good morning, everyone, and also welcome from my side. My name is Charlotte Free, and I'm the manager of the DNAquanet Cost Action since last autumn. Yeah, I would like to take the opportunity to introduce a survey for this series of stakeholder workshops in Europe. The topic of the survey is to investigate the current state and future needs of the use of molecular methods in monitoring.
The survey was developed by ZYKE, the Finnish Environmental Institute. The goal behind the survey is to find out what kind of obstacles exist in the implementation of molecular methods into regulatory monitoring. And especially to figure out what stakeholders see and experience as obstacles. The survey is also a great opportunity to get these impressions from all across Europe during the stakeholder workshop series. The questionnaire contains 23 questions and was translated to all languages of the participating countries, and it will be distributed to you by the local organizers. It can be filled out during the break or just after the workshop. And the international questionnaire in English will also be open until the end of April under the following link you can see in the slide. That's it from my side, and I wish all of you a good and fruitful workshop. Thanks. Yes, also from my side, it's fantastic. We have 600 people here, 530 via YouTube, 700 via Zoom linked here. So it's great that so many of you had the chance to connect with us. Yes, and now let's move to the national stakeholder workshops after a short coffee break. Goodbye. Bye-bye. Je bent niet te verstaan, Bas. Nu wel. Ik denk dat wij ook een korte pauze kunnen nemen. Niet eerder dan nadat ik even een kleine reflectie heb gegeven op wat we gehoord hebben. Het was heel veel informatie. Ik denk dat voor velen van jullie het iets te veel informatie was. Ik denk dat we kunnen samenvatten uit uit de presentaties, is dat we... iets wat ik al eerder zei, dat het bevestigd is dat de technieken toch klaar zijn om gebruikt te worden. Dat er nog wel wat parallel onderzoek nodig is naast de huidige technieken. Maar dat het vooruitzichtig is dat we wel vanaf 2027 deze DNA-technieken kunnen benutten. De STOA werkt nu aan een nieuwe serie van ecologische beoordelingssystemen waarin we deze technieken plaats zullen gaan geven. De bedoeling is ook dat we, zoals Agnès Bouchet al zei, dat we parallel aan de bestaande technieken die zullen gaan introduceren, om te kijken wat de verhouding is tussen de oude en de nieuwe technieken. En we kunnen dan ook onze ervaringen delen met de Europese gemeenschap. Dat doen we onder andere via Ecostat. Dat is een van die commissies die Sander Poikane noemde. Daar zitten vanuit Nederland Marco Beers van het Waterschap Brabantse Delta en Marcel van den Berg van Rijkswaterstaat in. Dus wij hebben een hele nauwe connectie met Europa. En we kunnen daarin zowel kennis nemen van de ervaringen van de andere lidstaten als onze eigen ervaringen inbrengen. Ik denk dat het verstandig is dat we nu even pauze nemen. Ik stel voor dat we om een uur of 11 weer verder gaan. Tijd voor iedereen even koffie, dus om 11 uur gaan we weer verder.
Welkom terug allemaal. We gaan weer verder. We gaan weer terug naar, naar Nederland. We hebben nu een aantal presentaties gehad uit Europa. Zoals ik net al zei, we gaan nu terug naar de Nederlandse situatie. Het is heel handig om in het Nederlands te kunnen confereren en niet in het Engels. Met verschillende accenten zoals u al gezien hebt, zowel uit Litouwen als uit Frankrijk. We hebben ervoor gekozen om niet aan te sluiten bij de internationale workshops, omdat we het prettiger vinden om workshops te organiseren rondom casussen die meer aansluiten bij onze huidige praktijk en ook dichter bij huis zijn. Een aantal daarvan zullen we vandaag nog zien. We beginnen met de introductie van Berry van der Hoorn. Dat staat aan bij een discussiepunt van woensdag. Je kunt wel DNA analyseren, maar je moet dat DNA ook kunnen herleiden naar bepaalde soorten. Daarvoor is het belangrijk dat we DNA van die soorten ook in beeld hebben. Daar is een groot onderzoekprogramma van. Berry van der Hoorn van Naturalis die zal daar een introductie op geven. Ik denk dat we niet langer hoeven te wachten. Berry, dan heb je iets meer ruimte. Kun jij je scherm delen? Ga ik doen. Kun je het zien? Ja. Perfect. Oké, nou dan neem ik het hier even over van Bas. Dus ik ben Berry van der Hoorn. Ik werk voor Naturalis als programmaleider en als onderzoeker. Met name op het gebied van genetische biomonitoring. Ik ben ook betrokken bij een soort spin-off bedrijfje. Dat heet Biomon, ook voor genetische biomonitoring. Maar in dit kader misschien wel relevant dat ik ook in het managementteam zat van DNA Aquanet samen met Bas. Namens Nederland. Als je af en toe zag dat er bij die stakeholder meetings één persoon aanwezig was namens Nederland, ja, dan was ik dat. En ik hoop eigenlijk dat dat gaat veranderen. Dat was er alleen de wetenschappers die daarbij betrokken waren, maar zelfs vanuit de wetenschap hadden er nog wel wat meer mensen bij mogen komen van Nederland, wat mij betreft. Dus laten we hopen dat het verandert in de komende jaren. Ja, ik ga iets vertellen over de referentiedatabank. Ik heb dat ook al gedaan in een pitch, nu een klein beetje uitgebreider. Dit wordt mijn programma. Iets vertellen over DNA barcoding en over het project ARISE. Iets over enkele toepassingen met environmental DNA, maar gewoon als voorbeeld over wat je dan mee kunt doen. En dan wil ik nog even hebben over de voordelen daarvan. Feitelijk is het allemaal aangestipt, maar ik zal het kort nog even herhalen. En misschien iets meer voor onze situatie. Nou, wat is DNA barcoding? Nou, dat hebben jullie inmiddels allemaal denk ik wel door. DNA barcoding, dat zie je hier gebeuren. Dit is een spinkrab die we hebben verzameld. Even een zoutwatersoort, geen zoetwater, sorry. We nemen daar een heel klein stukje af, een stukje van het beestje. En daar halen we DNA uit. We bepalen maar een heel klein stukje van het DNA, 650 informatieplaatsen om precies te zijn. En dat is voldoende om soorten te kunnen identificeren, om soorten te kunnen herkennen. En daarvoor bepalen we de sequentie. Dus dat zijn de A'tjes, de C'tjes, de T'tjes, de G'tjes die je nog kent uit de geschiedenisles. Dat zie je daaronder, die kun je een kleurtje geven, dat is de standaard. En dan lijkt het wat op een barcode. We noemen het daarom een DNA-barcode. En als je het vergelijkt met de gewone barcode, dat ziet er natuurlijk een beetje zo uit dat ze een product identificeren. Die genetische barcode lijkt er sterk op om een soort te identificeren. En dit is een techniek die is eigenlijk 20 jaar geleden ontstaan. De laatste 10 jaar zijn we daar heel veel meer aan gaan doen. Dus we zijn op Naturalis heel erg bezig om hier een enorm grote DNA-bibliotheek van op te bouwen met sequenties die we dan kunnen gebruiken voor allerlei toepassingen. Zo'n spinkrab kun je zeggen, leuk, die genetica, maar die kan ik wel herkennen in het veld. Nou, dat is natuurlijk voor een deel ook zo. Maar voor andere soorten is dat lastig. Dit zijn dansmuggen, chironomiden. Daarvan hebben we ongeveer 500 soorten in Nederland. Die zijn hoog indicatief voor de waterkwaliteit van zoet water. Maar heel slecht herkenbaar. Er zijn maar enkele experts die dat goed kunnen. En dan vaak niet eens alle soorten. Soms kun je de mannetjes herkennen, soms de vrouwtjes, soms de larven. Het is gewoon ongelooflijk lastig. Deze zijn dus lastig te identificeren en daar kan DNA een enorm aanvullende rol spelen. Wat je hier ziet zijn exemplaren die we hebben verzameld samen met Alexander Klink. Netjes geprepareerd, gefotografeerd en daar hebben we al het DNA van bepaald. Nou, de hele bibliotheek die we bouwen met al die vouchers, de exemplaren die we verzamelen, die slaan we op in onze collectie. Het DNA dat zie je hier staan, die publiceren we allemaal op in een soort van database. In dit geval een publieke database.
die iedereen uiteindelijk ook kan gebruiken. Dus hier staan alle soorten op met alle DNA vouchers en alle DNA barcodes. Hoe ver zijn we daar dan mee? Nou ja, ver aan de ene kant, niet ver aan de andere kant. Verder dan de rest van Europa, kunnen we zeggen. Dus dat is op zich mooi. We lopen daar redelijk in voorop. Maar we zijn nog niet compleet. Wat je hier ziet, dat is eigenlijk alleen bijvoorbeeld maar even het stukje van de macrofauna. Daar hebben we de afgelopen 6 jaar veel tijd in gestoken. En dan alles van de kaderrichtlijn water. En dan zie je dat we een aardige set hebben verzameld. Dat is het blauw-groene deel. We hebben dan ook nog wat van de internationale databanken gehaald en heel erg goed gecontroleerd, want de kwaliteit laat vaak te wensen over. En dan kom je een heel eind. Maar ja, voor watergroepen denk ik zijn we ook echt een heel eind. Voor sommige andere groepen in Nederland zijn we gewoon helemaal nog niet zo ver. En we willen daar nog veel meer in doen, want dat is extreem belangrijk. We willen eigenlijk ook niet alleen maar meer naar de soorten kijken, maar naar de verschillende sequenties. En dit is wel een leuk voorbeeldje. Het is wel even niet Nederland, maar over Europa. Dit is één soort, een soort flowkreeftje. Die is op verschillende plekken verzameld. Hebben wij ook in Nederland verzameld. En als je dan gaat kijken naar de DNA, dan zie je dat het eigenlijk best wel verschilt. Noord-Zuid, Oost-West, er zit een verschil in. Waarschijnlijk is het helemaal niet één soort. Waarschijnlijk zijn dit heel veel verschillende soorten. En zelfs binnen Nederland, want je denkt, ja oké, dit is Europa. Maar zelfs binnen Nederland treden dit soort verschillen op binnen soorten. En eigenlijk willen wij niet zozeer maar één exemplaar per soort hebben. We willen die hele genetische variatie van al die soorten in kaart brengen. Om ze heel goed te kunnen identificeren en heel goed te kunnen gebruiken bij die environmental DNA toepassingen. Nou, we hebben daarvoor nu een nieuw project lopen, dat heet ARISE. Met een algemeen doel, sneller en beter identificeren van de totale Nederlandse biodiversiteit. Daarmee kijken we niet alleen naar genetica, maar ook naar beeld- en geluidherkenning. Daar zijn we op Naturalis veel mee bezig. Ook naar rare beelden, daar is de UvA veel mee bezig. En ook naar allerlei soorten sensoren en remote sensing. We willen eigenlijk van verschillende plekken willen we heel veel data kunnen verzamelen om de biodiversiteit te volgen en die verschillende soorten data combineren. Maar goed, genetica is wel een onderdeel. Wat ik zei, de afgelopen 10 jaar hebben we 20.000 planten en dieren verzameld. Maar de komende 10 jaar willen we dat ophogen naar 500.000. Om vooral ook de genetische diversiteit in kaart te brengen. En dat gaan we niet meer stuk voor stuk doen, maar veel meer met vallen. Zoals je links ziet, gewoon massaal op bepaalde plekken in Nederland insecten en dieren verzamelen. En die dan gewoon allemaal barcoderen en eens kijken wat daarin zit. Ofwel samenwerken met de labs, met allerlei labs die hier ook aanwezig zijn. Aquon, Rijnland, zoals rechtsonder. En hun collecties gaan sequencen en eens kijken wat daar allemaal in zit. En dan kijken of we een beter beeld krijgen van die totale diversiteit. Nou, metabarcoding, het is nu ook al wel voldoende uitgelegd. Je neemt een monster, je haalt er al het organisch materiaal uit. Je laat het over een sequencingmachine lopen en je krijgt dus heel veel van die verschillende soorten sequenties met al die A'tjes, C'tjes, T'tjes en G'tjes. Maar dan weet je eigenlijk nog niks totdat je het vergelijkt met die referentiebibliotheek. En pas dan kun je zien welke kevers, diatomeeën of wat dan ook erin zit. Dus die bibliotheek is van cruciaal belang. Nou, een paar toepassingen. Ik zal er maar 2 even laten zien. Want kijk, voor monitoring, daar hebben we het net allemaal over. En daar heeft DNA Aqua net ook heel veel over. En dat is prima. Voor monitoring moeten we het zeker gaan toepassen. Dat kan. Dat moeten we ook gaan doen vanaf 2027, wat Bas al zegt. Maar je kan het nu al gebruiken om je systeem beter te leren kennen. Voor allerlei impact assessments. En dit is bijvoorbeeld een opdracht die we vorig jaar kregen voor natuurvriendelijke oevers. In een kanaal in Noord-Holland. Van de provincie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij hebben natuurvriendelijke oevers aangelegd en wilden weten of de biodiversiteit daar nou ook mee toenam. Want daar was het om te doen, biodiversiteitsherstel. Nou, wij hebben dus monsters genomen, een paar watermonsters langs de natuurvriendelijke oevers, zoals links, en een aantal langs de steile oevers. Je mag verwachten dat de biodiversiteit dan toeneemt. Is dat ook zo? Nou, dat was ook inderdaad zo. Dus wij hebben vooral gekeken naar dansmuggen weer, die 500 soorten, heel soortenrijkdom. En je ziet hier in de linker grafiek, totaalgrafiek, dat langs de natuurvriendelijke oever, de NVO, veel meer soorten zaten dan langs de controles. En we konden het ook nog uitsplitsen naar de verschillende types. Natuurvriendelijke oever, dat zie je in de rechter grafiek. Dat hoe meer geïsoleerd zeg maar, de natuurvriendelijke oever lag, hoe minder soorten en hoe kleiner misschien ook wel het verschil met de steile oevers. Nou, nog interessanter vinden wij complete leefgemeenschappen. Daar wordt straks wat meer over verteld. Dus je kan met de DNA natuurlijk dwars door alles heen kijken. Van bacteriën tot en met toppredatoren. Wij experimenteren daar veel meer in het levend lab. Kunstmatige sloten bijvoorbeeld zijn aangelegd bij de Universiteit van Leiden. En we hebben hier een situatie waarin we controlesloot hebben. Waarin we sloten organisch verrijkt hebben. Laten we zeggen geutrofysiek 4.
In sloten hebben wij bestrijdingsmiddelen toegepast. Hebben we ook sloten waarin we dat gecombineerd hebben. Om eens te kijken van wat is nou het effect daarvan op die biodiversiteit. En kunnen we dat met DNA bekijken. En dan krijg je deze beetje ingewikkelde grafiek. Maar ik ga hem toch uitleggen. Dus dit is de afstand zeg maar van de controlesituatie. Dus iedere keer wanneer je hier een staaf ziet. Dan is dat de afwijking van wat we hebben aangetroffen ten opzichte van de controlesituatie. Dus als we hier kijken naar de eerste groep bijvoorbeeld, dat zijn dan naar de bacteriën waar we naar hebben gekeken. Dan zie je wanneer het organisch verrijkt wordt, het water, dat de communities, de leefgemeenschappen beginnen af te wijken. Met het bestrijdingsmiddel is dat nog sterker. En gecombineerd is dat dus, die rode pilaar, het allersterkst. Nou, bij phytoplankton zien we ongeveer hetzelfde effect. Dus met organische verrijking en met bestrijdingsmiddelen sterke afwijking van de controlesituatie. Met dansmuggen zien we dat ook, iets minder, zijn ook iets minder soorten. Maar wat we daar vooral zien is het verschil tussen die derde en de vierde grafiek. We hebben namelijk ook gekeken morfologisch naar die dansmuggen, die hebben we ook verzameld, allemaal geïdentificeerd, maar een godsvermogen aan kwijt. En dan zien we daar ook een bepaald effect optreden. Dus op basis van die morfologie zien we dat effect wel. Maar wanneer we die genetica erbij pakken, kunnen we gewoon veel meer soorten vinden en is het effect gewoon veel sterker. Nou, tot slot, en daar is ook voldoende al over gezegd, en daar kunnen we in de discussie nog veel over hebben. Genetica, ja, dat heeft gewoon een aantal sterktes. Je kunt makkelijker identificeren. We kunnen soms ook echt soorten identificeren die je voor die tijd niet kon. Ja, dat je op genus of familie bleef hangen. Nu kun je tot soortniveau komen. De doorlooptijd is vrij snel. Het is uniform, dus welke methode je ook toepast. Als je maar landelijk toepast, dan zijn alle metingen heel goed vergelijkbaar. En dat is lang niet altijd het geval wanneer je verschillende experts aan laat kijken. Die verschillen gewoon van mening. Het kostaspect wordt vaak aangehaald. Nou ja, misschien is het goedkoper, maar belangrijker is denk ik dat je het kunt opschalen. Dat je veel meer metingen kunt doen in tijd en ruimte. Dus een veel beter beeld kunt krijgen van een ecosysteem. Je kan het uitbreiden naar nieuwe groepen. Dus je kan ook naar micro-organismen kijken die soms veel indicatiever zijn voor waterkwaliteit of voor impacts dan bijvoorbeeld macrofauna of vissen. Dus je kan naar totale leefgemeenschappen kijken. Uitdagingen liggen er ook en die zijn voor een deel ook genoemd. Ik noem weer die identificatie, want je hebt wel die betrouwbare referentie nodig. Daar zullen we met elkaar aan moeten werken. Abundantie is al genoemd. Voor sommige groepen klopt het vrij aardig dat de DNA-concentratie gelijk loopt met de biomassa. Voor andere groepen is dat gewoon weer wat ingewikkelder. Daar liggen nog wat uitdagingen. Leeftijd is natuurlijk lastig. Als je echt iets wil met populatie opbouwen, nou dan is DNA gewoon geen goede tool op dit moment. Hetzelfde voor het verschil tussen dood en levend materiaal. Als jij een zalm aantreft in je water in hele lage concentraties, dan moet je je afvragen of het wel echt daar voorkomt. Of dat het misschien wel een dode zalm is van de Chinees op de hoek. En er is ook een vraag natuurlijk heel erg sterk over het lokale of het regionale signaal. Dus als je ergens meet onderaan een stroomgebied, zeg maar. Wat meet je dan eigenlijk? Nou ja, dan meet je natuurlijk ook wel de communities die verderop liggen, stroomopwaarts. En hoe meer water je sampelt, hoe dieper je sequenced, hoe meer soorten je vindt die eigenlijk veel verder noordelijk leven. Of in ieder geval veel verder stroomopwaarts. Dus dat zijn wel zaken waar we rekening mee moeten houden. Nou, maar goed, toch in algemene zin, ik denk met genetische biomonitoring, er kan ontzettend veel al wel. Er wordt heel vaak gezegd van wat kan er allemaal niet. Maar wat Bas al zei, traditionele methoden hebben ook echt beperkingen. Die zijn verre van perfect. En genetica is ook niet perfect, maar het biedt wel een aantal voordelen. Dus in plaats van altijd te kijken van ja, wat kan er nou eigenlijk allemaal niet. En hoe lijkt het nou op wat we nu al doen en waar wijkt het af. Moet je natuurlijk ook doen. Maar het is gewoon een extra instrument die je in je toolkit kunt toevoegen. Er is een extra instrument op de markt en je moet eigenlijk veel meer gaan kijken van ja, welke kansen biedt dit? Welke vragen kan ik daarmee beantwoorden? Waar kan ik het wel inzetten? En waar biedt het een toegevoegde waarde? En niet alleen maar focussen op wat er niet kan of nog niet helemaal uitontwikkeld is. Nou, dat is het einde van mijn presentatie. Bedankt voor jullie aandacht. En vragen zijn welkom. Dankjewel. Er zijn een paar vragen gesteld in de chat. Misschien lijkt het me goed om daarmee te beginnen. De eerste vraag is van Wouter Teunissen. Die zegt van, je had iets over de genomide. Ja. En hoe weet je dat deze taxa indicatief zijn als je voor waterkwaliteit, als je ze niet eens kunt determineren op de klassieke wijze? Misschien sluit het aan bij een van je laatste opmerkingen, maar aan jou het antwoord. Nee, kijk, die soorten die we hebben. We hebben in Nederland 500 soorten. Ja, die hebben we niet voor niets. Dus die zijn allemaal een keer geïdentificeerd. Dat weten we gewoon. Wat we nu doen is van die 500 er zoveel mogelijk opnieuw verzamelen. Dat is nog een heidens karwei. Sommige van die soorten zijn namelijk helemaal niet zo algemeen in Nederland. Dus we kijken ook over de grens.
die inderdaad door experts laat identificeren. En dan daar het profiel van op te bouwen. Dus dat sowieso. Bij die soorten die er dus wel bekend zijn, daar is natuurlijk ook wel onderzoek naar gedaan. We hebben al tientallen jaren wel een aantal experts die daar veel naar hebben gekeken. En die hebben ook die ecologische, laten we zeggen, toleranties van veel van die soorten bepaald. Dus je kunt ook, als je die soorten aantoont, kun je echt wel iets zeggen over de ecologie. Dat is in het verleden natuurlijk wel goed uitgezocht. Dus het is niet zo dat we helemaal niets ervan weten, maar het is een beperkte groep mensen. Zou je over heel Nederland iedere maand heel veel samples willen laten uitzoeken? Die capaciteit hebben we gewoon niet, die expertise is er niet. Oké, dankjewel. Er is ook een vraag over het beschikbaar zijn van de gegevens. Jij zegt die ARISE-gegevens die worden in een publieke database gestopt, maar kennelijk worden er nog vraagtekens bij gezegd. Kun je daar nog iets over zeggen? Nou kijk, die ARISE-project, dat wordt gefinancierd door NWO, dus die stelt ook gewoon als eis dat het zeg maar in een publieke database geplaatst wordt. Dus dat zullen we allemaal wel moeten doen. Ik moet wel zeggen, er zit vaak wel een forse vertraging in. Ik ben nu zelf ook met marine taxa bezig, daar zijn we nu al 5 jaar mee bezig en nog steeds is het niet helemaal op orde. Ik bedoel, het moment dat je die dingen verzamelt en je gaat het sequencen, dan is er ook nog wel wat mee. Dus voordat het allemaal netjes en wel in de publieke database staat, daar gaat wel een paar jaar overheen. En dan zijn er nog heel veel referenties die natuurlijk niet publiek zijn. Er is ook heel veel verzameld met private gelden door heel veel bedrijven in Nederland. En die houden hem sowieso onder de pet. In heel Europa is er al heel veel beschikbaar wat totaal nog niet zeg maar publiek gemaakt is. En dat is wel heel erg jammer. Ik bedoel, er zijn ook heel veel vissenreferenties met vissenmarkers. Die zijn allemaal niet publiek gemaakt tot nu toe, omdat ze bij bedrijven liggen of wat dan ook allemaal. Ja, dat gebeurt natuurlijk gewoon wel. Maar voor het ARISE-project, ja, daar hebben we gewoon de verplichting om alles gewoon wel binnen die 10 jaar ook gewoon te publiceren. Ja, en ARISE is natuurlijk internationaal, dus ze zijn ook in andere landen zijn ze bezig met die coderingen. Ja, ARISE is echt Nederlands, hoor. Vergis je daar niet in, maar we proberen het op te schalen naar Europees niveau. DNA-Aquanet was natuurlijk ook Europees, dus alles wat daar binnen gedaan is, dat moest sowieso maar ook publiek toegankelijk worden. Maar betekent dat jullie de organismen die nu de publieke sector zijn geanalyseerd, dat jullie die nu opnieuw moeten gaan doen? Of, Nee, wat er al gebeurd is, dat is er. Maar je ziet van bepaalde groepen, en dat zijn met name weer die groepen waarvan je weinig kennis hebt, dat daar werken in Europa wel mensen aan. Maar ja, dat zijn dan bijvoorbeeld wetenschappers die er ook nog steeds aan werken. Die gaan het pas publiceren als zij die taxonomie helemaal in kaart hebben gebracht. Dus dan is het op dit moment gewoon niet toegankelijk. Af en toe kun je het wel al gebruiken. Zij willen dan niet dat het publiek toegankelijk is. Maar als jij met een bepaald doel ze benadert, dan kan het gewoon wel. Maar een van de lijnen van de ARISE is wel kijken van ja, wat moeten we nou nog zelf doen? En wat is er eigenlijk al? Dus we willen wel met dat soort mensen ook weer in contact treden. Want ja, alles dubbel doen is een beetje zonde van het geld. Je liet een voorbeeld zien van toepassingen bij die natuurvriendelijke oevers. En dat doet me denken, ja. je krijgt een waanzinnige hoeveelheid gegevens. Kun je straks door de boom het bos nog wel zien? Ja, dat is natuurlijk dat is een mooie, goede vraag natuurlijk. Wij denken van wel. Op dit moment gaat het nog goed, maar de datahoeveelheid die neemt natuurlijk exponentieel toe momenteel. Dus daar moeten we wel wat mee. Maar wat ik vooral, dus het antwoord is gewoon ja, dus dat sowieso. Die netwerken die allemaal genoemd werden in die internationale presentaties, daar maken wij ook gebruik van. Dus er zijn ook Europese netwerken, Europese platforms. We zijn heel erg bezig met waar sla je nou wat op. Maar belangrijker vind ik nog, en daar gaan we ook naar kijken, of we in die infrastructuur die wij gaan bouwen, of we niet een verzamelpunt kunnen creëren. Dat ook al, doet Datura wat ergens in Nederland, of Orvium, of wie dan ook, iets met sequencing, dat die eindresultaten toch ergens centraal worden opgeslagen, mits de opdrachtgever het dan mee eens is. Want net als met, zeg maar, waarneming.nl, dat kent iedereen misschien wel, waar we alle waarnemingen verzamelen van veldobservaties. Zo willen wij eigenlijk een soort sequentiewaarnemingen database gaan opbouwen, waar alles uiteindelijk voor Nederland samenkomt. Want pas dan kun je goed natuurlijk kijken naar verandering in tijd en ruimte, als je al die data continu bij elkaar gaat brengen. Dus dat is wel een aspect ook van ARISE. Nog even hierop doorgaan. Nou ja, meer op het vorige eigenlijk zie ik nu. Kees van Bochhoven heeft het over het project Waterscan. Ja. Is dat zo'n particuliere database of is dat een database die ook in de straks beschikbaar komt? Ja, het particulier, dus die is ook met privaat geld gefinancierd. Dus dat was een private financier die eigenlijk als voorwaarde stelde dat we dat niet zomaar toegankelijk gingen maken. En dat, dan moest je dan een aantal jaar gehoor aan geven en na een tijdje natuurlijk weer niet. En dan kun je dat weer wel gaan publiceren. Maar in eerste instantie is die inderdaad niet volledig toegankelijk, dat klopt. Ja.
En er is ook een vraag over in de chat over het specifiek zijn van het DNA dat je aantreft in een watermonster. Dat kan natuurlijk, je hebt net al even die zalm genoemd en ik weet uit de Leidse grachten, daar hebben ze haringen aangetroffen. Dat was van de haringkraam. Ja. Maar hoe zit het met het inwaaien van DNA van buitenaf? Ja, dat kan natuurlijk altijd. Dus kijk, uiteindelijk moet je een soort... Kijk, je bouwt allemaal algoritmes voor zuiveringen. Dat doe je altijd. Dus nee, ik zet één stap terug. Net als met traditionele monitoring moet je altijd wel een interpretatieslag over je resultaten doen. Hè? Sommige dingen, daar moet je van denken van, kan dat eigenlijk wel? En daar ga je dan iets opbouwen. Dus wij bouwen een algoritmes dat je dat gewoon kunt zuiveren. Als een concentratie extreem laag is, dat is wat ik al zei, dan moet je het misschien niet laten meelopen. Dat klinkt voor sommigen misschien raar, maar dat is niet zo. Veel van dit soort ecologische analyses doe je met een bepaald soort statistiek, multivariate statistiek. En de meest zeldzame soorten laat je dan toch al niet meelopen. Dus nou ja, dat gaat eigenlijk automatisch. Dat is een onderdeel van die statistiek al zelf. Dus zolang je die zalm maar een hele lage hoeveelheid vindt, ja, dan telt hij toch al niet al te hard mee in je ecologische analyse in ieder geval. Is het wel substantieel DNA? Nou, dan moet je toch eens daar met je toch maar weer eens even gaan elektrovissen, denk ik. Toch even gaan kijken van vind je hem. Dan kun je het DNA goed gebruiken als een quickscan, maar toch even de diepte induiken om uit te sluiten of je er nou echt niet zit. Dat is ook een hele technische vraag. Ik denk dat dat een van de vragen is die straks in een van de vervolgwebinars wel aan de orde kan komen. Ik weet niet of jij hem ook kan lezen, die van Robert van Himbeek. Ja. Dat gaat over welke genen, welke marker jullie gaan ziekenhuizen en waarom die keuze. Dus waarom jullie dat specifieke DNA eruit pikken uit het totale genoom. Ja, goede vraag. Ik denk op de korte termijn dat buigt zich eigenlijk naar een internationaal initiatief waar ze heel veel van een bepaalde marker doen. Hè. Dat is CO1 voor dieren bijvoorbeeld. Maar dat is voor sommige groepen echt wel suboptimaal. We hebben dan in ieder geval het DNA op dat moment beschikbaar. En zelf willen we eigenlijk veel meer naar steeds completer sequencen. Dus eigenlijk naar het hele mitochondrium. Dat zijn we nu al voor vis hebben we dat gedaan. Dat willen we eigenlijk ook voor andere groepen gaan doen. Dan kun je daarna kiezen welke marker je wilt. In dit geval van het mitochondrium. Want dan heb je de hele sequentie beschikbaar. Dat wordt steeds goedkoper. Dat is nu nog wel vrij prijzig. Maar dat wordt wel steeds goedkoper. Dus dat heeft wel de toekomst. Maar voorlopig CO1 vanwege de internationale standaards. Oké, dankjewel. Ik denk dat het een goed moment is om over te stappen naar een volgende presentatie. Die wordt gegeven door Jelger Herder van RAVOM. En die sluit ook aan bij een onderwerp dat al eerder vanochtend aan de orde is gekomen. Dat is het toepassen van DNA-technieken voor het beoordelen van waterkwaliteit en voor het rapporteren over de toestand voor de kaderrichtlijn water. Er is in de afgelopen jaren een paar keer onderzoek geweest waarbij zowel DNA-onderzoek parallel heeft gelopen met regulier onderzoek. En ik denk dat Jelger daar op verder gaat. Jelger, ga je gang. Ja, welkom allemaal. Mijn presentatie gaat inderdaad over de toepassing van eDNA voor de kaderrichtlijn waterbeoordelen. En dan de case study voor vissen. Nou, de huidige kaderrichtlijn water die wordt met traditionele, conventionele methoden bevist. Zoals elektrovissen, fuiken, zegen. Op grote rivieren ook met de boomkor. Al die methoden die staan in strikte protocollen en die staan dan weergegeven in het STOA-handboek voor hydrobiologie. Nou, sinds 2011 werken we samen met Spijtsen in Frankrijk aan eDNA-methode. En een van de eerste resultaten is de publicatie in Valentini et al. Die eigenlijk liet zien dat je met eDNA meter barcode een hele soortenlijst voor vissen, en amfibieën stond ook in die publicatie, in kaart kon brengen. En het is toen getest in beken, rivieren, meren, kanalen en ook in marine habitat in Denemarken, in Frankrijk en ook in Nederland. En eigenlijk liet deze studie eigenlijk de hoge potentie zien van de eDNA-meterbarcode. In alle locaties vonden we dezelfde aantal of meer soorten met eDNA. Dat kwam goed overeen met de traditionele methode. Nou, parallel aan dit onderzoek zijn we samen met de STOA en een groot aantal waterschappen gestart om ook te kijken voor de kaderrichtlijn water of het konden toepassen. In 2015 hebben we een groot aantal locaties op trajectniveau, dus de KRW-traject, dat is over het algemeen 250 meter, hebben we parallel eDNA bemonsterd, net voorafgaand aan de normale bemonstering. Die resultaten die waren zeer bemoedigend. Dit figuur geeft de trefkans, de vergelijking met eDNA en de traditionele bevissing. De gele balken geven de eDNA het aantal soorten weer, dat is gedetecteerd per traject gemiddeld en in blauw het aantal soorten dat echt gevangen is. Over de hele linie kwamen we hierop uit dat we 60% meer soorten detecteerden met eDNA.
natuurlijk enorm veel is. En dat hield eigenlijk ook stand over alle verschillende watertypen. Het verschil was het grootste in stromend water. Nou, zoals eerder genoemd, daar kun je ook DNA van netstroom opwaarts oppikken. Dus dat is iets groter verschil. Maar ook in stilstaande water als meren was het nog steeds 30% meer soorten op projectniveau. Dus dat is wel op een op niveau van 250 meter. Terwijl voor een kaderliggend water natuurlijk een heel waterlichaam kost. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de individuele soorten. En alle soorten die hadden een gelijke of hogere trefkans met eDNA. Nou, vervolgens hebben we in 2016 hebben we het opgeschaald. Juist ook omdat de kaderrichtlijn water natuurlijk een heel waterlichaam beoordeelt. En daarom ook is ingedeeld met meerdere trajecten. Hebben wij parallel met eDNA ook die waterlichamen bemonsterd. En niet precies dezelfde trajecten. Maar we hebben gewoon voor eDNA een aparte methode, ja, monsterstrategie gepakt. Om het ook compleet in kaart te brengen. We hebben dat in 9 waterlichamen getest. Dat waren beken, kleine rivieren. Er zaten 3 meren bij. Wat sloten, kanalen en een poldersysteem. Dit is een voorbeeld van het poldersysteem, Eilandspolder. De Kralingse Plas zat erbij bij Rotterdam. De Noorderijplas, dit is zelfs een beetje brakwater. Hier hadden we bijvoorbeeld ook haring. En de Bovenslinger als voorbeeld van een beek in het oosten van het land. Wat we in dit onderzoek ook hebben getest is de monsterstrategie. En hier heb ik schematisch weergegeven in het vierkante meer, en dus als waterlichaam. Daarbinnen hebben we 9 individuele monsters genomen over hele lange trajecten van 750 meter. Dat zijn die groene streepjes. En dan is elke keer 30 liter water bemonsterd over die 750 meter. Wat we ook getest hebben is of we over diezelfde 3 trajecten konden samenvoegen in een heel lang monster van 2250 meter. Waar we dan ook 30 liter uit filtreerden. Dat betekent dat je eigenlijk maar 1/3 van de monsterinspanning hebt met die lange, ja, mengmonsters. Nou, dit zijn de resultaten van dit onderzoek. Nou, allereerst, helemaal rechts zie je het gemiddeld aantal soorten per waterlichaam uit de traditionele KRW-bevissingen. En wat je eigenlijk helemaal links ziet, met de 9 losse monsters, tonen we per waterlichaam nog steeds 20% meer soorten aan dan in de kaderrichtlijn waterbevissing. Maar interessant gezien in het midden, de 3 mengmonsters, die tonen nog steeds 18% meer soorten aan dan de totale kaderrichtlijn waterbevissing. Dus met 3 mengmonsters hebben wij gewoon qua soorten heel waterlichaam goed in de smiezen. En als je dan kijkt, vergelijkt met die 9 losse monsters, wat voegt dat dan extra toe? Hè? Een heel klein beetje meer soorten. Eigenlijk dus enkel de soorten die gemist werden, dat waren stuk voor stuk soorten die heel lage concentraties hadden in het eDNA. Dus minder dan 1% van het aantal sequenties, dus het aantal reads in het eDNA. In zulke gevallen misten we af en toe een soort. Dus eigenlijk met die 3 mengmonsters heb je gewoon de algemene soorten eigenlijk gewoon een heel goed beeld van nou, wat er zit. Vervolgens hebben we ook gekeken naar de verhouding in eDNA tussen die mengmonsters enerzijds en die 9 losse monsters. Dit om te kijken of je ook de proporties, dus het aandeel in DNA per soort, betrouwbaar kunt meten met die 3 mengmonsters. Dit gaf eigenlijk nagenoeg perfecte correlaties. Dus op de ene as staan de mengmonsters en op de andere as staan de individuele monsters, want het aandeel per soort. Alleen helemaal rechtsboven zie je dat het in 1 waterlichaam liep het mis. En er zat 1 outlier in, mogelijk een stukje weefsel of tissue in het monster gekomen door een hogere score kregen in het DNA, hoger aandeel. Als je die eruit laat, was ook daar bijna een perfecte correlatie. Dus dit laat eigenlijk zien dat we dus zowel de soorten samenstelling als het relatieve aandeel in eDNA heel betrouwbaar kunnen bepalen met die 3 mengmonsters. Nou, van hier zijn we verder gegaan. De afgelopen 3 jaar hebben we gewerkt samen met de STOA en 14 waterschappen aan eigenlijk een heel groot project om echt de toepasbaarheid voor de kaderrichtlijn water te onderzoeken. En het doel van het project was een hele grote dataset te verzamelen, waarbij we dus parallel eDNA-monsters nemen aan de kaderrichtlijn watermonstering. En binnen die dataset wilden we alle verschillende watertypes die er zijn in Nederland hebben. En daarnaast ook de gradiënt van EKR-scores, dus van slechte waterkwaliteit tot zeer goede waterkwaliteit. Zodat we ook kunnen zien of het voor de verschillende EKR-scores en watertypes mogelijk is om op basis van eDNA-meterbarcoding die EKR-scores te berekenen. Daarnaast, wat we ook een beetje bij dit project ook hebben gedaan, is in DNA-Aquanet ook de kennis delen. Dat is eerder genoemd vandaag. Ik heb binnen DNA-Aquanet een subwerkgroep geleid op vissen en maatlat, waar we met andere Europese partners gewoon samen discussiëren, kennis deelden en uitwisselden. Dit zijn dan de waterlichamen die we bemonsterd hebben de afgelopen 3 jaar. Nou, je ziet bijna heel Nederland doet mee, zit erin. We hebben het onderverdeeld in 3 watertypes, kanalen en sloten. Dus stilstaand lineair. Er zitten meren in, brakke wateren
En ook ja, de R-type, dus de stromende wateren, dus de rivieren en de beken. Nou, dan naar die KRW-maatlatten. Dit is ook een gezamenlijke publicatie van DNA-Connect. Dit figuur laat eigenlijk schematisch zien van wat zijn nou de stappen in een traditionele monitoring en beoordeling. En hoe kun je die ook met eDNA ja, vervangen? Nou, de monsternamen, hè, de samples, die kunnen vervangen worden door eDNA-monsters. Ja, het monsters opwerken, hè, dat is bij eDNA is dat eigenlijk de extractie, dus het DNA uit de monsters halen. De PCR, waarin het specifieke vissen-DNA in ons geval dan vermeerderd wordt. En de next generation sequencing, waarin al dat vissen-DNA wordt uitgelezen met een apparaat die de codes bepaalt. Vervolgens heb je de identificatie van de soorten. Nou, dat gebeurt dan met de bioinformatica. Die gaat kijken van welk stukje code hoort bij welke referentiedatabase. Bij andere soortgroepen hoorde je dat er nog heel veel werk is te doen met die referentiedatabase. Maar voor vissen, dat is een kleine overzichtelijke groep, bij de referentiedatabase inmiddels gewoon goed op orde en kunnen gewoon alle soorten detecteren. En vervolgens kom je bij de vraag, ja, de index, zeg maar, de maatlatten. En dan is wat vanmorgen ook al genoemd is, ga je die renoveren of ga je die herbouwen? Daar kom ik ook zo op terug. Nou, de huidige kaderrichtlijn watermaatlatten voor vissen, van wat voor data gaat er nou eigenlijk in? Nou, in Nederland wordt soorten samenstelling gebruikt. Er wordt gekeken naar het totaal aantal soorten en ook naar het relatief aantal indicatorsoorten. Er wordt gewerkt met dichtheden, maar het gaat niet om absolute biomassa, hè, omdat dat geeft ook met eDNA nog een probleem, maar het gaat om relatieve biomassa van indicatorsoorten en relatieve aantal indicatorsoorten. En tot slot zit in een enkele maatlat, zoals de maatlat voor meren, zit ook leeftijdsopbouw, bijvoorbeeld de snoepbaars. Dan wil je graag weten of er ook grote volwassen snoepbaars in de meer aanwezig is, als maat voor de visserijdruk. En in estuaria worden spiering en vint ook leeftijdsopbouw meegenomen. Nou, kunnen we dat met eDNA meterbarcode reproduceren? Nou, zoals jullie net hebben gezien, de soortensamenstelling kunnen we heel goed met eDNA. Hè. We zien in de meeste gevallen dat we meer soorten detecteren. Dus hier scoort eDNA heel goed en er is geen enkel probleem om die data te reproduceren. De dichtheden. Absolute kwantificering met eDNA is nog lastig in een onderzoek, maar de relatieve dichtheden die krijgen we wel. We krijgen het aandeel in eDNA-sequenties. Dat is niet één op één te vertalen naar biomassa of aantallen. Het zit meer in een combinatie van beide. Maar het geeft wel degelijk heel duidelijk aan welke soorten het meest algemeen zijn, zeldzaam, et cetera. Dus ik denk dat dit ook mogelijk is om deze data te gebruiken. Leeftijdsopbouw is helaas niet mogelijk met eDNA. Hier zou je dan alternatieven moeten of traditioneel moeten blijven bemonsteren in dit geval. Nou, dan de twee opties. Hè. Enerzijds, optie 1 is natuurlijk het renoveren. Dat is het gebruik van de huidige maatlatten en daar eDNA-data ingieten. Dat is natuurlijk het makkelijkste. De voordelen zijn dat je kan hergebruik maken van de goed gevalideerde maatlatten. Het zou eenvoudig te implementeren zijn. Je verandert alleen je monstermethode, maar verder blijft alles hetzelfde. Nou, nadelen zijn dat de maatlatten niet zijn ontwikkeld voor eDNA-data. Je maakt niet optimaal gebruik van de sterke punten van eDNA. En daarnaast dat de vergelijkbaarheid. Traditionele methoden hebben ook een beperking. Wanneer er twee keer een kaderrichtlijn waterbevissing wordt gedaan momenteel, krijg je daar ook variatie in. Dus het is niet echt 100% de werkelijkheid. En dat kan het lastig maken om te vergelijken. En in sommige gevallen, zoals die leeftijd, is het gewoon niet mogelijk om dat met eDNA te doen. Tweede optie is het herbouwen, dus nieuwe maatlatten gebaseerd op de eDNA-data. Het voordeel is dat je dan de sterke punten kunt gebruiken van de eDNA, zoals bijvoorbeeld die soortensamenstelling. Wat er in het verleden gebeurt, is dat bepaalde zeldzame indicatorsoorten die zijn weer uit maatlatten gehaald, omdat ze niet goed te vangen bleken. Als bij het eDNA blijkt dat we die wel goed in kaart kunnen brengen, kun je die weer toevoegen. En je kan ook rekening houden met de limitaties van eDNA. Nadelen, nou ja, spreek voor zich, het is veel meer werk en ook de implementatie, intercalibratie is moeilijk. Nou, dan tot slot, hè, we hebben het over de monitoring. Dit is dan vooral de KRW, is nog vooral werk waar we nu aan werken. We hopen eind dit jaar de data te analyseren en een rapportage te maken. Maar het kan wel degelijk in heel veel projecten al worden toegepast en dat doen we ook. Vismigratie evalueren is bijvoorbeeld een belangrijke. Voor Rijn en IJssel is dit de Oude IJssel. Daar gebruiken we eDNA meterbarcode om te kijken van, er is een vistrap aangelegd en wij nemen monsterpunten stroomopwaarts om die vistrap tot helemaal boven in de bovenlopen. En dan kunnen we volgen of de vissen gebruik van maken en welke nieuwe soorten zo'n watersysteem ingaan. En doordat het zo gevoelig is, werkt dat heel goed. En aan de andere kant hebben we ook visgemeenschap onderzoek. We hebben een heel groot project in Duitsland gedaan. Nou,
ja, dat ging om kranswieren, die gingen achteruit en ze wilden eigenlijk de hele visgemeenschap per meer in kaart brengen om te kijken welke soorten daar mogelijk voor die achteruitgang konden zorgen. En daar hebben we eDNA voor ingezet, wat heel goed werkt. Dat gebruik ik ook voor OBN, diepe plassenonderzoek en andere onderzoek. Dus het is wel degelijk, als je een soortgemeenschap in kaart wil brengen, is het wel degelijk direct toepasbaar. Dat was mijn presentatie in het kort. Zijn er nog vragen? Nou, dankjewel. Dat is prachtig op tijd. Je zegt van, dat had Agnès Boulez ook al, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Het is het gebruiken van de techniek voor het vullen van de oude maatlatten of het maken van nieuwe maatlatten. Wat zie jij in Nederland gebeuren? Wat heb jij het liefst? Het liefst zou ik gewoon het eenvoudigste, hè, dat het gewoon in één keer goed erin valt en het de juiste scores geeft. Dat zou het allemaal een stuk makkelijker maken. Ja, dat betekent dus de oude techniek in de nieuwe maatlat. Of nee, de nieuwe techniek in de oude maatlat. Dat is eigenlijk wat je bedoelt. Ja, nou ja, dat zou voor de implementatie het makkelijkst zijn. Hè. Als dat dezelfde score zou opleveren, zou dat ook gewoon te rechtvaardiger zijn om er niet te veel tijd in te stoppen om iets nieuws te verzinnen. Of dat gaat werken, dat kan ik nu nog lastig inschatten. Hè. We zien bijvoorbeeld dat we veel meer soorten detecteren. Misschien geeft dat wel een verandering in de score, hè, omdat ook de indicatorsoorten er beter uithalen. En ook die dichtheden, dat is niet één op één te vertalen naar het aandeel in eDNA. Ja, je hebt natuurlijk alleen naar vis gekeken. Kijk, ik kan me voorstellen dat als je DNA-monsters neemt, dan kun je ook de andere maatlatten misschien voeden met die informatie. En dan is misschien, wordt de keuze anders. Dus dan kan je zeggen, nou, als we toch een eDNA-monster nemen, en we kunnen ook iets zeggen over het plankton, misschien ook wel over misschien wel ook over een deel van de macrofauna. Misschien kunnen we dan maatlatten bouwen rondom de DNA-bemonstering. Dus helemaal opnieuw aan de gang gaan. Ja, ik denk dat het absoluut mogelijk is. Ik wil een kanttekening daarbij, is dat wij voor vis natuurlijk een hele specifieke monsterstrategie toepassen. Hè. Wij pakken in zo'n meer trajecten van bijna 2 kilometer enorme grote volumes water. Juist om ook die zeldzame soorten in kaart te brengen. Terwijl bij anderen, zoals macrofauna, wordt nu nog vaak op traditionele methoden bemonsterd. Dan gaat alles in de blender. En vervolgens wordt dan het identificatiedeel wordt met eDNA gedaan. Dus ik zie het op dit moment nog niet zo dat er één potje water in één keer alle soortgroepen eruit komen. Maar misschien dat het in de toekomst die kant op gaat. Ja. Denk je dat, jullie zijn natuurlijk gespecialiseerd, maar zijn de gewone laboratoria over een jaar klaar om dit soort technieken toe te passen? We moeten ze allemaal naar avond toe? Nee, er zijn in Nederland zijn natuurlijk meerdere laboratoria die dit kunnen. Hè? Je hebt Nature, je hebt Orphion, je hebt Naturalis. Er zijn meerdere uitvoerders. Dus ik denk dat op termijn de capaciteit is er zeker aanwezig. Het zal waarschijnlijk moeten groeien als dit op echt grote schaal moet gebeuren. Maar ik denk dat wel mogelijk is. Je hebt contacten met DNA-Aquanet. Je hebt dus ook zicht op de andere landen. Denk je dat, dat is ook een vraag uit de chat van Edwin. Denk je dat het mogelijk is om de maatlat aan te passen? Denk je dat de EU daar klaar voor is? Een beetje in het laatste tot het verhaal van Sandra Poikainen net. Denk je dat ze bereid zijn om de maatlat aan te passen? Ik denk voor de komende cyclus nog niet, hè, wat ook gezegd werd. Dus dat zou dan echt van na 2027 zijn. Ik weet dat, maar wij lopen in Nederland eigenlijk enorm voor, hè, dat wij al zo ver zijn om het te testen samen met de waterschap en de STO, om te kijken van kunnen we het implementeren? Hè? Of in ieder geval kunnen we het onderzoeken hoe het werkt? Ik weet dat ze in andere landen terughoudender zijn met dergelijk onderzoek. In Engeland hebben ze een groot onderzoek lopen waar ze dit maatlatten ontwikkelen voor meren. Maar dat doen ze eigenlijk alleen maar omdat ze voor die meren geen maatlatten hadden. Want ze moesten met Q-netten vissen en dat wilden was veel private meren. Dus dat mocht niet, dus er werd eigenlijk niet gemonitord. Dus er was niks. En dan was het makkelijk om een eDNA-methode te implementeren. Maar als een eDNA-methode eenmaal geïmplementeerd is, een normale methode al geïmplementeerd is, is het heel moeilijk om dat natuurlijk op korte termijn te wijzigen. Ik wou als laatste vraag nog even de vraag van Marco Beers beantwoorden in de chat. Ik weet niet of je hem zelf ziet. Wat is er nodig om de kwaliteit en reproduceerbaarheid te borgen? Ja, ik denk de strikte protocollen, hè, en ook standaardisatie op een gegeven moment. Hè. We werken ook samen met de NEN aan standaard voor eDNA. Met de Europese is via de SEN een standaard voor waterbemonsteringen, zeg maar. Maar ik geef meteen toe dat op deze reproduceerbaarheid en kwaliteit, daar zit gewoon heel veel verschil in. Er wordt heel veel verschillende labs werken allemaal op hun eigen methode, eigen primers, eigen dingen. En ik denk dat daarvoor, hè, zeker als je naar zo'n kaderrichtlijn water wil, dan zal er op een gegeven moment een standaard protocol moeten komen. Net als bij zo'n handboek hydrobiologie, waar ze gewoon zeggen, je moet 250 meter vissen, dit is de inspanning, et cetera. Dus
Dus daar zal werk aan de winkel zijn. Maar we zagen net in de presentatie met Europa dat de verschillen tussen de labs echt niet leiden tot de verschillende uitkomsten. Ja, die presentatie, ik heb die monsters ook gezien. Hè. Ze lieten zien van over dat vissen, dat zwembadje. En wat eruit kwam was dat je eigenlijk de 7 algemeenste soorten, die had iedereen keurig. Maar wat je aan de rechterkant zag, dat was juist de meer zeldzame soorten. Daar zat een enorm verschil tussen alle labs. Dus zij presenteerden dat, naar mijn gevoel, iets te positief van de algemene soorten komen eruit. Terwijl je juist een compleet beeld betrouwbaar wil kunnen reproduceren. Dankjewel. Ik wil toch over naar de verband met de tijd naar de volgende presentatie. Dankjewel, Jelge. De volgende presentatie is van Kees van Bochhoven van Datura. Die haakt een beetje aan op wat jij net ook al naar voren bracht. Dat is het analyseren van hele levensgemeenschappen. Jij had het over natuurvriendelijke oevers. Ik denk dat Kees iets verder gaat. Kees, kan jij jezelf introduceren en je presentatie starten? Ja. Is mijn presentatie zo zichtbaar? Ik denk het wel. Nog niet. Oké. En dan doe ik een tweede poging. Share. Ja. Ja, dan komt hij eraan. Ja, nu nog groot maken. Dan ben ik tevreden. Zo. Ja. Ja, mijn naam is Kees van Bochhoven en ik wil jullie graag meenemen in de iDNA voedselwebanalyse. Ik wil kort even stilstaan bij het principe, hoe de methode er in grote lijnen uitziet. Dan wil ik vooral wat vertellen over wat het zo op kan leveren. En even kort het projectorganisatie verder toelichten. Deze figuur die geeft eigenlijk inmiddels hebben we dit eigenlijk al vaker gezien. Ik hoef hier denk ik niet heel lang bij stil te staan. Maar dit geeft in kort weer hoe een metabarcoding-analyse eruit ziet. En metabarcoding is de methode die gebruikt wordt om een voedselwebanalyse uit te voeren. En het is eigenlijk dezelfde methode waar Jelge net ook over vertelde. Waarbij je naar het veld gaat, je verzamelt een monster. Die wordt naar het lab gebracht. Daar wordt een DNA-extractie uitgevoerd. Je houdt dan een buisje zuiver DNA over. En met behulp van de PCR kun je dan naar een bepaald stuk van het DNA kijken. Dat vermeerderde DNA van je soorten waar je naar aan het kijken bent. Dat kun je dan uitlezen met behulp van de sequencer. En vervolgens resulteert dat dan in heel veel data. Op basis waarvan je dan een ecologische interpretatie kunt gaan doen. Wat maakt die EDA voedselwebanalyse nou zo uniek? We gebruiken daarbij een stuk DNA dat aanwezig is in alle organismen die je zo in het oppervlaktewater aantreft. Dat geeft dus een heel breed beeld van het onderwaterleven. Dus in plaats van dat je focust op bijvoorbeeld diatomeeën of op vis of op een andere specifieke groep. Proberen wij eigenlijk zojuist zo breed mogelijk te kijken. En daarmee zo breed mogelijk plaatje te krijgen van het onderwaterleven. Nou, en aanvullend is het wel mogelijk om met diezelfde monsters ook in te zoomen bij specifieke groepen. Standaard kijken we bijvoorbeeld ook altijd naar de vissen, omdat die gewoon een hele belangrijke rol hebben in het systeem. Maar je zou ook andere groepen, denk bijvoorbeeld aan kreeften of andere groepen die invloed hebben op het watersysteem, zou je ook specifiek met behulp van dezelfde samples kunnen inzoomen om aanvullende informatie te krijgen als dat nodig is. Nou, hoe ziet zo'n analyse er dan uit? Nou, dit geeft een beeld van het resultaat. In de één analyse detecteer je dus zowel de bacteriën als de eukaryoten. En de eukaryoten zijn eigenlijk alle organismen, heel simpel gezegd, die geen bacterie of micro-organismen zijn. Je ziet in het midden van de figuur zie je de metazoa. Dat zijn de meercelligen, daar vallen wij ook onder. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook vissen, dat is ook zooplankton bijvoorbeeld. En verder zie je bijvoorbeeld... Ciliophora, dat zijn bijvoorbeeld kleine waterbeestjes, kleine beestjes met zwemharen die door het water heen krioelen. Aan de andere kant zie je allerlei groepen aan bacteriën.
Ja, dat er zo'n brede, van niet al deze soorten is een referentie beschikbaar. Dat wil zeggen dat niet alle soorten echt tot op soortniveau geïdentificeerd kunnen worden. Nou, dat is voor de interpretatie niet altijd een probleem. Ik kom daar zo meteen nog verder op terug. Wat kun je dan vervolgens met deze gegevens? Het doel van die voedselwebanalyse is echt om inzicht te krijgen in hoe werkt het systeem, hoe functioneert het systeem. En je kunt dat op twee manieren benaderen. En de eerste manier is eerst eens kijken naar welke levensgemeenschappen vind je nu onder bepaalde omstandigheden. Wat je hier in deze figuur bijvoorbeeld ziet, is aan de rechterkant zien we een aantal troebele systemen. Dit zijn onder andere die rode stippen zijn onder andere de lange aarse plassen. Echt een sterke belast systeem. Terwijl juist aan de linkerkant van de figuur zie je levensgemeenschappen die horen bij schone wateren. Onder andere bijvoorbeeld de paarse driehoekjes. Dat is de Loendeveense plas, de waterleidingplas. Een hele bekende plas met een uitstekende waterkwaliteit. En door te kijken naar het leven op basis van die EDNA voedselwebanalyse zie je dus, als je kijkt naar die variatie tussen die communities, en dat is eigenlijk de eerste, de horizontale as, dat is de PC1-as, zeg maar, die correleert heel sterk met doorzicht. En doorzicht is natuurlijk eigenlijk al een hele simpele parameter die aangeeft van, heb je te maken met een goede of slechte waterkwaliteit. En het is dus wel heel interessant dat de grootste variatie die er dus in tussen je levensgemeenschap aanwezig is, al gelijk verklaard kan worden door in feite het doorzicht een belangrijke. En dat geeft eigenlijk al aan dat je op basis van die communities al heel veel kunt zeggen over de waterkwaliteit. Die kennis, die kun je vervolgens gebruiken om daar bijvoorbeeld maatlatten mee te maken. Om je systeem te beoordelen, te zeggen van, we hebben hier te maken met een watersysteem van goede kwaliteit of juist van slechte kwaliteit. Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar de huidige KRW heeft zo ook zijn nadelen, in de zin van dat alleen maar een antwoord op is de waterkwaliteit goed of slecht, geeft nog weinig perspectief tot verbetering. En met behulp van de voedselwebanalyse willen we daar dus eigenlijk een stap verder in gaan en zeggen van, hoe kunnen we nou die gegevens ook gebruiken, correleren aan bijvoorbeeld bepaalde drukken op het systeem. Want op die manier zou je dus ook wat kunnen zeggen over hoe het watersysteem functioneert en wat de rol is van alle organismen die in het water aanwezig zijn. Een mooi voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld bij Delfland, waar zichtbaar werd dat zooplankton een belangrijke rol speelt bij het tegengaan van algenbloeien. Die kennis kun je gebruiken door bijvoorbeeld maatregelen te nemen om die zooplankton te stimuleren, zodat je die algenbloeien onder de duim kunt houden. Dat is een voorbeeld. Daarbij kijk je dan echt naar de positie eigenlijk van die organismen die je detecteert in het hele voedselweb. Maar je kunt ook bijvoorbeeld kijken naar functies die bijvoorbeeld bacteriën in het systeem hebben. Bepaalde bacteriën die kunnen bijvoorbeeld betrokken zijn bij bepaalde biochemische processen. En ook dat vertelt weer heel veel over het ecosysteem functioneren. Dus op die manier kun je die informatie die je uit dat voedselweb haalt gebruiken om iets te zeggen over hoe zo'n systeem functioneert. En uiteindelijk kun je dat dus gebruiken om wat te zeggen over hoe het systeem functioneert en daar aan de hand daarvan ook dus maatregelen nemen en kijken of je maatregelen effectief zijn. Wat is dan het belang voor het waterbeheer? Even los van dat het deze methode heel geschikt is dus om waterkwaliteit te beoordelen, maar ook het functioneren beter inzichtelijk te maken, biedt het als monitoringstoel aan op zich, heeft het ook grote voordelen in de zin van dat je één integrale monitoring kunt uitvoeren en daarin op één moment, op één tijdstip, alle organismen in beeld kunt brengen. Dus je hoeft niet een aantal jaar te wachten totdat er weer een keer een visbemonstering plaatsvindt, of we weer een keer naar zooplankton of
En zo het plankton is overigens een voorbeeld waar sowieso weinig naar gekeken wordt. Dus deze analyse biedt eigenlijk de mogelijkheid om in één keer dat hele systeem in beeld te krijgen. Nou, verder is een groot voordeel dat het de analyse heel snel gaat. Je hoeft geen maanden te wachten, maar je kunt technisch gezien binnen 2 weken resultaat behalen. En daarnaast is het ook goedkoop. Zeker als je op het moment dat... Kijk, nu zijn we nog in een pilotfase, maar op het moment dat deze analyses op een grote schaal gewoon geautomatiseerd toegepast kunnen worden, dan kan dat voor een klein deel van de kosten waarvoor we nu monitoring uitvoeren. Nou, hoe ziet het project eruit? In 2016 zijn we gestart met het ontwikkelen van een prototype. Toen hebben we Datura en Witteveen en Bos samen het initiatief opgepakt om een aantal meren en plassen te bemonsteren om eens te kijken van, heeft zo'n methode nou potentie? Nou, daaruit bleek van, nou, het is echt, we zien er wat in en we willen daarmee verder. En in de fase 2 zijn we met behulp van, met steun van de waterbeheerders en STOA, zijn we ervaring op gaan doen in casussen. En de komende jaren wordt dat uitgebreid met een wetenschappelijk onderzoek, wat ook dit project weer versterkt. En vragen die eigenlijk in dit project naar boven komen, die kunnen dan weer in de wetenschap beantwoord worden. En andersom, de kennis die in de wetenschap opgedaan wordt, kan ook gelijk weer in de praktijk toegepast worden. En de laatste fase is dan om methodes verder te standaardiseren en te implementeren in het beleid en richting maatplannen toe te gaan werken. Dit is in notendop het project toegelicht. Ga ik dit scherm weer groot maken? Even kijken. Ja, dankjewel. Ik begin even met een vraag van mezelf. Misschien een beetje voor de hand liggende vraag, maar je neemt allemaal monsters. Is het mogelijk om die monsters, of misschien wel de analyse van die monsters, te bewaren tot nader orde, tot op het moment waarop je meer weet over de organismen, en je misschien ook wel op een later moment wil terugkijken in de tijd of een bepaald organisme eerder al aanwezig is geweest. Kun je dat helemaal bewaren allemaal? Ja, dat kan zeker. Ja, je kunt die watermonsters opslaan in -80 vriezer. En we hebben zelfs in de praktijk ook al een aantal keer gedaan dat we een aantal jaren nadat het monster genomen is, weer het monster gebruikt hebben om bepaalde analyses mee te doen. En dat kan. Dus dat, Kun je ook de analyses verrichten en dan bepaalde organismen van je wel de code kent uitpikken, maar in een later moment uit diezelfde analyse ook andere organismen identificeren? Ja, dus naast dat je natuurlijk het fysieke monster terug kunt pakken uit de vriezer, kun je ook je data opnieuw weer analyseren. Ik liet natuurlijk ook die figuur zien waarin je ook wat gaten nog ziet, waarbij je sommige organismen niet op soort kunt identificeren, ofwel omdat er geen code van bekend is, ofwel omdat de soort, zeker bij de micro-organismen, überhaupt nog niet bekend is. Naarmate dat daar meer kennis over beschikbaar is, kun je die data die je hebt uiteraard wel weer gaan matchen met nieuwe referentiesequenties. En nieuwe referentiebarcodes. En kun je met terugwerkende kracht weer bepalen welke soorten er aanwezig zijn. Ja. Jullie hebben een, dat is een vraag die ook aansluit bij een vraag van Edwin Cardinaal. Jullie hebben het totale genoom, of alle DNA bemonsterd in een plas, bijvoorbeeld. Als je kijkt naar volumes, hoe zit dat tussen de soortgroepen? Wordt het niet ontzettend gedomineerd door micro-organismen, door bacteriën en zo? Nou, wij zien in de praktijk dat het heel erg verschilt per waterlichaam. En dat zegt natuurlijk al heel veel. We zien bepaalde monsters waarbij 80-90% van het DNA bacterieel is. En voor een deel zijn dat dan ook cyanobacteriën. Maar er zijn ook monsters waarbij die echt gedomineerd worden door algen, protozoa en ciliaten. Echt meer de dus een vraag waar je de grens legt van micro-organismen, maar dus door niet-bacteriën, zeg maar. En die verhouding tussen bijvoorbeeld bacteriën en niet-bacteriën, dat varieert echt enorm tussen verschillende waterlichamen, afhankelijk van de waterkwaliteit en het type community dat aanwezig is. Dus dat vertelt ook weer heel veel over het systeem. Ik wil nog een laatste vraag uit de chat beantwoorden en dan overgaan naar de volgende. Dat is een vraag die net binnenkomt van Ron van der Oost. Is het nog mogelijk om uit enorme hoeveelheden data de vissen, planten en macro-invertebraten te destilleren? Dus kun je ze er nog uithalen? Ja, dat is een hele goede vraag.
Dit zijn precies de groepen die je hier noemt. Dat zijn precies de groepen waarvoor je dan dus eigenlijk nog aanvullende primers moet meenemen. Om een aanvullende PCR-analyse moet doen om die gegevens er ook uit te halen. We pikken sporadisch wel vissen, planten en macrofauna op. Maar om daar echt een volledig beeld van te krijgen, is het nodig om specifiek daarvoor nog een aanvullende PCR te doen. Oké, dankjewel. Ik wil toch overgaan naar de volgende presentatie. De vragen in de chat kunnen ook door de andere deelnemers beantwoord worden misschien. We gaan naar de presentatie van Edwin Kardinaal van Bureau Waardenburg. We hebben tot nu toe vooral gesproken over de toepassing van DNA-technieken voor ecosysteemanalyse. Maar de techniek is natuurlijk ook heel geschikt voor het bepalen van de waterkwaliteit in termen van volksgezondheid, dus voor zwemwater en zo. Ik denk dat dat vooral de focus is van het verhaal van Edwin. Maar Edwin, vertel het maar zelf. Aan jou de vloer. Oké, dankjewel Bas. Ik geloof nog niet dat jullie het zien, hè? Of wel? Nog niet. Gaan we nog een keer. Ja, daar komt hij. Dat is beter. Moet nog groot maken, dan doet hij het. Oké. Bas, dankjewel voor de introductie. En sowieso dank voor de uitnodiging. Het is misschien even iets anders dan in de aanvankelijke titel stond. Maar ik ga het niet hebben over mobiele technieken voor in het water. Maar wel meer gericht over DNA-techniek, gericht op zwemwaterkwaliteit. Voor wie mij niet kent, ik ben op dit moment werkzaam bij Bureau Waardenburg sinds 2 jaar. Maar ik ben al pakweg 20 jaar actief in zwemwaterkwaliteit. Gerelateerde onderwerpen is bij de Universiteit van Amsterdam. DHV destijds nog en KBR Water, waar ik 8 jaar gewerkt heb. Samen met een heel fijn, goed uitgeruste DNA-lab. Dus daar hebben we het nodige kunnen doen de afgelopen jaren. Wat misschien wel leuk is om te melden, is dat Bureau Waardenburg ook op stoom is om dit jaar een eigen DNA-lab te openen. Oké, zwemwatertechnieken. Lekker zwemmen. Zeker afgelopen zomer. We hadden niet heel veel om handen. We konden nergens naartoe. Dus gingen we lekker verkoelen in het buitenwater. En zelfs pre-corona hadden we dit soort events die in toenemende mate populair werden. Het zijn allerhande city swims. En de vraag is hoe verstandig is dat nou? Want met jou zwemmen er allerhande micro-organismen mee. Ik laat hier even wat zien. Cyanobacteriën. E. coli's rechtsonder, in ieder geval mij rechtsonder, leptospieren, virussen, et cetera. Of, zoals het in trouwe verwoorden, E. coli, blauw, grattenpies, wie gaat ermee zwemmen? Misschien wel leuk voor in de chat. Heeft iemand nog zin op te zwemmen? Zwemmen de mensen überhaupt in buitenwater? En zijn ze daar ooit ziek, zwak of misselijk van geworden? Misschien wel aardig om daar later even op terug te komen. Goed, er zijn dus tal van toepassingen die in het zwemwatergebied. Ik heb hier even een lijstje gemaakt. Ik verwacht niet dat het lijstje uitputtend is. Maar dit is in ieder geval waar ik zelf van op de hoogte ben en dan wel een klein aandeel heb gehad. Het is in deze 10 minuten onmogelijk om ze allemaal langs te lopen. Dus ik zou me in deze in ieder geval willen concentreren op... Op een drietal onderdelen, dus het blauwe algen, toxinegenen, leptospirose en de zwermersjeuk. Goed, blauwe algen. Ik denk dat mensen die woensdag aangehaakt waren, mogelijk van Suzanne het nodige gehoord hebben hierover. Maar misschien toch goed om daar voor de mensen die er niet waren, om nog eventjes langs te gaan. Blauwe algen, het is natuurlijk een verzamelnaam voor een heel scala aan fraaie organismen. En die fraaie organismen, die hebben een aantal, of in ieder geval een aantal van die organismen hebben een nare eigenschap. En dat is dan wel of ze kunnen toxines produceren en daarbij kunnen ze ook drijven. En dat kan leiden tot centimeters dikke drijflagen, waarvan je kan zeggen, is dat wel gezond om mee te zwemmen? Hier in blauw,
bestaan zeg maar de toxines die geproduceerd kunnen worden door die cyanobacteriën. Een heel scala in een, nou, een mooi rijtje met behoorlijke potente giftige toxines die geproduceerd worden door natuurlijke organismen. Nou, is het zo dat we ik denk al ruim 10, misschien wel 20 jaar, is voor een aantal van die toxines is bekend waar het verantwoordelijk DNA zit, verantwoordelijk voor die productie daarvan. Dus daar zijn de nodige methodieken voor ontwikkeld. En in eerste instantie zijn dat vooral kwantitatieve PCR-technieken. Dus dat is echt even anders dan wat we tot dusver gehoord hebben. Dus we tot dusver vooral gesproken over NGS-technieken en metabarcoding. Maar zeker in het hele zwemwater gebeuren gaat het voornamelijk om kwantitatieve PCR. Een stuk eenvoudiger, maar wel nuttig. Goed, blauwalgen zijn denk ik in Nederland de voornaamste reden voor negatief zwemadvies de afgelopen jaren. Nou, wat zien we hier dan? We hebben 2 jaar geleden een STOA-project uitgevoerd samen met inderdaad met Tau, met Suzanne. En daar hebben we gekeken naar hoe die toxinegenen zich in de tijd, hoe die voorkwamen. En dat hebben we in verschillende meren. Het was echt een praktijkstudie. En je ziet hier een drietal van die toxinegenen. De CRA, dat is Cylindrospermopsis, daar richt het zich op. De MCYE, dat richt zich echt op de microcystines. En microcystines zijn echt de meest algemeen voorkomende toxines in het Nederlandse oppervlaktewater. En daarnaast nog de saxitoxines. Nou, dit is een voorbeeld van meer A. En je ziet in blauw, dat zijn zeg maar de algemene voorkomen van cyanobacteriën, ook bekeken met DNA. En vervolgens die drie toxinegenen, hoe die zich door de tijd manifesteren. En je ziet hier dus dat vooral dat microcystine veel voorkomt en dat er enige dynamiek in zit. Het lijkt wat vlak, maar let even op, het is een logaritmische schaal, dus er zit wel degelijk dynamiek in. Dus je zou, in die zin zou je die toxinegene ook kunnen gebruiken om iets te zeggen over de risico-inschatting al daar. Wat is dan het afvraaien hiervan? Het is zeg maar de relatie van dat microcystine-gen ten opzichte van het toxine zelf, wat gemeten is met LC-MS-methode. Dat is echt, als je zeker wil zijn dat je het in je water hebt, is dat echt de beste methode tot nu toe. En je ziet daar een relatie. Op het eerste gezicht is dat een niet zo hele sterke relatie van 0,6. Maar ik kan je vertellen, op dit moment worden inschattingen gemaakt voor cyanobacteriën risico's, waarbij die relaties veel minder zijn dan geld voor deze techniek. Dus dit is eigenlijk, op termijn is dat denk ik een goede om op te nemen in het blauwalgenprotocol. Die is weliswaar net vernieuwd, maar voor de volgende ronde is dit een hele goede kanshebber om ook te gaan bepalen. Oké, dat was de blauwalgtoxinegenen. Ik wil graag een overstapje maken naar de leptospirose. Ziekte van Weil. Heel ander verhaal. Hier rechtsboven zie je een fotootje van hoe het eruit ziet. Een soort spaghetti-sliert van micro-organismen. Het is wereldwijd veroorzaakt met echt veel problemen. Het is een bacterie die over kan gaan van de dier op mens. Dus zo wordt het genaamd zoonose. Die overdracht gebeurt vaak via blootstelling aan de urine van die dieren. En wereldwijd echt heel veel ziektegevallen per jaar. En die infectie die vindt dan vaak plaats via slijmvliezen in je neus of in je ogen. Maar ook via wondjes. Dus als je een keer in het water springt en je schaaft langs een verroeste fiets onder water, dan heb je kans dat je geïnfecteerd wordt. Die verschijnselen die liggen er niet om. Die kunnen zich ontwikkelen van lichte griepverschijnselen, maar ook echt tot ernstige nier- en longproblemen, zelfs tot de dood. En er zijn ook best wel voorbeelden recent nog vanuit Nederland waarbij dat ook echt gebeurd is. Dood wil ik niet zeggen, maar in ieder geval wel hele ernstige problemen. Nou, in 2017, destijds dus bij KWR,
hebben we samen met het Nationaal Referentielaboratorium voor de Leptospirose hebben een PCR ontwikkeld die zich gericht heeft op de ziekteverwekkende leptospieren. Leptospieren is een verzamelgroep. Er zitten heel veel soorten in die geen vlieg kwaad doen. Maar de kunst is om juist die ziekteverwekkers eruit te halen. En dat hebben we dan ook toegepast. We hebben dat op 26 locaties toegepast. Materiaal verzameld in 2015-2016. En heel snel even daardoorheen. Hierin zag je dat in 2015, ik denk dat vooral het onderste getal, hè, dat op 6 locaties je 2 of meer keer een positieve resultaat vond voor de aanwezigheid van die ziekteverwekkende leptospieren. In 2016 was dat ook 6, maar ja, totaal aantal locaties was minder. Dus je ziet hier dat op 60% van de locaties tref je dus 2 of meer keer een positief resultaat aan voor die leptospieren. Wat niet hetzelfde is dat je gelijk ziek voor wordt, maar er is dus wel degelijk een risico op die locaties. Nou, en in de tijd, dit is van 1 plas, dan zie je dat er ook van het voorkomen van die leptospieren, dat daar ook een soort dynamiek in zit. En dat rond juli, juist ook het zwemwatermomenten, dat er een piek aanwezig is in het voorkomen van die leptospier. Nou, ik wil je nog eens rustig nalezen. Check dan deze A2O-publicatie. Goed, ja, waar komen die dan vandaan? Maar we zeiden net, dieren die in urine, of het zit in de urine van dieren. En in Nederland is dat vooral de bruine rot. Dus wat we nog gedaan hebben aanvullend is zeg maar een eDNA-tool ontwikkeld die specifiek richt op die bruine rot. Want die bruine rot die is wel verantwoordelijk voor het verspreiden van ziektemakende varianten van, van de leptospier. En daarbij is in Nederland in ieder geval pakweg 30% van de bruine ratten is geïnfecteerd met deze ziekteverwerkers. Ook hierbij hebben we dus een aantal wateren bekeken. Dus de combi van voorkomen van leptospieren met de bruine rot. En daarin zag je dat in ieder geval in 50% van de gescreende monsters was positief. Nou, hier nog eventjes een overzichtje. We hadden 13 locaties waarop we dit bekeken hebben. In blauw, dat zijn, je kan het slecht lezen, dat zijn de positieve positief voor leptospieren en het rood-bruin is positief voor de aanwezigheid van de bruine rot. En je ziet dus dat in veel locaties dat samen voorkomt. Maar ook enkele locaties treffen we alleen, zo locatie 3 treffen we dus alleen die bruine rot aan, zonder dat dat nou een gevolg heeft voor de voorkomen van leptospieren. En je ziet ook dat er af en toe alleen die leptospieren aangetroffen zijn en niet de bruine rot. En dat, stelt vraagtekens. Maar in ieder geval, de bruine rot, als je die weet verdrijven, dan heb je dus een grote kans dat je ook minder leptospieren in je water hebt. Oh, je tijd in de gaten, Edwin. Ja, precies. Dat wou ik net vragen. Ik weet niet hoe ver ik nu was. Je bent over de tijd. Sorry? Je bent al over de tijd. Dus ja, oké. Nou goed, weet je, dan eindig ik even hier. De zwemmetje is ook een heel leuk verhaal. Maar goed, dat bepalen, dat laten we dan even wat het is. Wat ik hier in ieder geval wil laten zien, is dat je met DNA-technieken veel kan doen aan het inschatten van de risico's van zwemmen in oppervlaktewater. En wat nog wel even aardig is om te vermelden, is dat op dit moment er een project loopt, een grote samenwerking met vele waterschappen, geleid door Deltares en KWR, op het gebied van ontwikkelen van mobiele devices, die aan de waterkant eigenlijk direct kunnen zeggen of er wel of niet een risico is voor het in het water springen. En dat is weer fijn als je een city swim wil organiseren. Oké, dat was het dan. Dankjewel. Dat laatste opmerking die je maakte, die had ik als vraag willen stellen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat als we zwemwater beoordelen, dat er een betrekkelijk korte tijd zit tussen het nemen van het monster en het uitspreken van het advies. Dat is nu natuurlijk een groot probleem. Er zitten soms 3 tot 4 dagen tussen. Maar goed, daar heb je al antwoord op gegeven.
Ik weet niet of er in de chat nog vragen zijn. Ik geloof niet. Nou ja, dat is ook gezien de tijd misschien wel een goed moment om toch af te sluiten. In de chat zullen we nog... dankjewel Edwin. In de chat zullen we nog even de link naar de vragenlijst van DNA Quinet plaatsen. Van deze dag is een opname gemaakt. Het is niet zo dat we de hele opname online gaan zetten, dus maak je geen zorgen. We gebruiken hem voor het maken van een verslag. We gaan wel de presentaties die gepresenteerd zijn opnieuw beschikbaar stellen. Dat gaat via de STOA-website. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om te wijzen op een aantal rapporten dat verschenen is en ook geplaatst op de STOA-website over het DNA-onderzoek. Die zijn allemaal terug te vinden via het webadres www.stoa.nl/DNA. Daar staan de verwijzingen naar de rapporten. Ik weet niet, er zijn geen vragen meer uit de chat. Het was opnieuw een succesvolle bijeenkomst, denk ik. Wij zijn van plan om de komende maanden, en ik weet niet precies wanneer, dat hangt allemaal af van de corona-omstandigheden onder andere, om nog andere webinars te gaan organiseren. En die gaan dan... zijn dan meer thema-gewijs en die sluiten een beetje aan, waarschijnlijk sluiten die aan bij de thema's zoals die in DNA Quinet zijn benoemd, bijvoorbeeld over de monsternamen, over maatlatten en dat soort zaken. Ik wens jullie allemaal een fijne lunch en tot later.